Welkom, mijn naam is Marion van der Voort. Ik kom niet uit Wezep, ik werk niet voor Oldebroek, ik werk niet voor het COA. En ik ken het hier ook helemaal niet zo goed. Ik kom zelf uit Amersfoort en ik ben daar communicatieadviseur. Maar juist omdat ik hier verder helemaal niks mee te maken heb, maakt het dat voor mij wat makkelijker om hier op te treden als gespreksleider vanavond. Ik heb geen belangen, ik heb maar één belang. En dat is dat deze avond goed verloopt. En wat mij betreft is dat het geval als u hier zo meteen de deur uitgaat met mogelijk meer antwoorden op vragen. Met wat meer informatie dan u nu heeft. En de mogelijkheid voor mensen vanuit de gemeente en COA om u te informeren. Dan zullen er ongetwijfeld nog vragen zijn en nog veel meningen zijn. En daarvan zou ik er vanavond ook graag zoveel mogelijk willen horen. Dat wil ik wel op een bepaalde manier doen. We gaan zo meteen eerst beginnen met een paar korte gesprekken met een aantal betrokkenen. Zodat u nog wat meer informatie krijgt dan er tot nu toe al was. En vervolgens komen wij naar u toe om te horen wat u wilt melden of wat u wilt weten. En dat betekent graag alleen praten als u de microfoon heeft. Want dat betekent dat we op die manier ook zoveel mogelijk mensen op een goede manier aan het woord kunnen laten. En kunnen zorgen dat iedereen ook goed zijn mening of vraag kan verwoorden. Dat is de allerslimste manier. Nou, het is behoorlijk vol. En ik denk dat de temperatuur wat gaat oplopen met zoveel mensen tegelijk. Het is het idee dat we ergens tussen 9:30 en 10:00 ermee stoppen. Dan is ongetwijfeld zijn nog niet alle vragen beantwoord. En dan is ook niet iedereen aan het woord geweest. Maar er zijn nog mogelijkheden verder om uw vragen of meningen kenbaar te maken. Dat kan ook per mail. Ik spiek eventjes op mijn briefje. Dat is per mail via gemeente@oldebroek.nl. Daar kunt u ook altijd uw vragen stellen, uw meningen kwijt. En dan weet u ook zeker dat het op de goede burelen terechtkomt. Vanavond wordt er ook meegeschreven, zodat de vragen die hier aan de orde komen en die nog niet op de site werden beantwoord, dat die de komende dagen ook daarop, niet alleen hier worden beantwoord, maar ook via de site zullen worden beantwoord. Ik denk dat het goed is als we eerst eens beginnen met een aantal mensen die van de hoed en de rand weten voor zover mogelijk. Daarvoor hebben we hier verschillende mensen. De ene is Sjef Robroek en hij is van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De andere is Adriaan Hoogendoorn, u waarschijnlijk wel bekend als uw burgemeester. En Liesbeth Vos, zij is de wethouder die over een en ander gaat hier. Maar voordat we nou zo meteen daar naar u toe komen, ben ik gewoon eens hier benieuwd. Schrik niet. Wat hoopt u vanavond te horen of te weten te komen of te melden? Ja, hoe dat gaat met die asielzoekers. En dat ze daar ook gevangen worden. En waarom? Als dat hier in de gemeente Oldebroek moet. Dat ben je zien worden. Daar komt het antwoord ongetwijfeld op. Wat zou u willen vragen, zeggen, weten? Ik zou graag willen over alternatieven zijn. En ja, hoe het inderdaad verder gaat. Dat weet ik zo niet. Ja. Oké, goed. En u, hele specifieke vragen, dingen die u wilt van de dag? Ik heb een heleboel vragen en die wil ik bewaren voor straks. Oké, nou, dan komen we elkaar vast zo nog tegen. Goed, laat ik dan beginnen met de burgemeester. De eerste mensen verlaten de zaal. Met de burgemeester, meneer Hoogendoorn. Loop maar even hier, want dan kunnen veel mensen u ook zien. Er is al het een en ander gesproken over een onderzoek dat de gemeente doet naar de mogelijkheid om een asielzoekerscentrum te vestigen op Heidehoek voor 600 mensen. Is het een onderzoek of wil de gemeente het eigenlijk gaan doen tenzij? Het is een onderzoek, maar het is wel zo dat inderdaad vanwege de immense problematiek die er wereldwijd is en de vluchtelingen die gewoon in Nederland zijn, dat wij gehoor geven op het appel ook van de Rijksoverheid om daar als het mogelijk is verantwoordelijkheid in te nemen. Het COA heeft concreet ons gevraagd om medewerking te verlenen aan de opvang van asielzoekers op de locatie van camping De Heidehoek. En daarvan heeft het gemeentebestuur gezegd dat we daar een positieve grondhouding in innemen. Dus dat we daaraan willen meewerken, mits het verantwoord kan plaatsvinden. En daar willen we dus de voorwaarden. Dus we willen eigenlijk twee dingen. A, sowieso onderzoeken, is het überhaupt mogelijk om de 600 mensen te huisvesten? Nog een blik, kan die piep uit de box? Oké. Okay. Ja? Dus die piep was ik in elk geval niet. Dat stelt me gerust. Dus of het überhaupt mogelijk is. En ja. B, ook onder welke voorwaarden we kunnen doen. Want dat moet wel, zeker ook naar de woonomgeving, allemaal verantwoord zijn. En overigens ook voor de asielzoekers zelf ook. En wat voor voorwaarden denkt u dan aan? Wanneer is het wat u betreft verantwoord? Dat in elk geval ook de begeleiding, nou sowieso de huisvesting, dat dat passend is. Ten tweede ook de begeleiding op het park vanuit het COA. En ook dat het goed in de omgeving, dat we ook afspraken kunnen maken met het COA en samen met de politie en de omwonenden om te kijken hoe ontwikkelt het zich in die omgeving. En dat we dan ook met de politie daarop kunnen inzetten als dat nodig mocht zijn. Even voor mijn begrip, hoe is dat gegaan? Heeft u gezegd, wij hebben daar nog Heidehoek staan, dat zou een mogelijkheid zijn. En heeft u COA gebeld of heeft COA u gebeld of bent u niet zelf gebeld? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nee, wij hebben het COA niet gebeld. We hebben zelf geen locatie aangedragen. COA heeft contact met ons opgenomen en ons verteld dat deze locatie door de eigenaar van de Heidehoek hen was voorgehouden. En dat zij... Vertel maar, ga maar door. Ik vind het prima dat u reageert en dan kunt u het afleiden. Ik vertel. Nee, maakt uw zin even af. De eigenaar heeft het aan COA aangeboden. Gaan we zo met COA vragen hoe dat zit. Deze opmerking, ik vertel gewoon zoals het is. Ja. Niet anders. Dus COA heeft dat aangelegd gekregen en voor de COA is het dan de beoordeling, want ze hebben veel behoeften, veel capaciteitsproblemen. De beoordeling van, zou dat een geschikte locatie kunnen zijn? En COA is tot de conclusie gekomen dat het een geschikte locatie zou kunnen zijn. En het is om die reden bij ons gekomen met de vraag of wij willen meewerken. En daar hebben wij gezegd, in principe ja, maar wel mits het verantwoord kan. En we komen daar vast nog zo op welke voorwaarden. Maar dat besluit is nog niet genomen. Wanneer denkt u daarover een besluit te gaan nemen als college en als gemeenteraad? Ja, dit soort dingen moet ook niet te lang duren. Dus we hebben voor onszelf het streven om binnen 6, maximaal 8 weken tot een besluit te kunnen komen. En normaal gesproken is het eigenlijk een zaak die binnen de bevoegdheid van het college ligt. Maar we hebben gezegd, dit is wel een zodanig... ja, belangrijk punt, wat ook impact heeft op de samenleving, dat we daar ook een uitspraak van de gemeenteraad over willen hebben. Dus we leggen het uiteindelijk voor aan de gemeenteraad om daar uitspraak over te doen. Goed. Nou, er werd al luid gereageerd op het feit dat dus de eigenaar van dat vakantiepark of recreatiepark zelf het initiatief genomen schijnt te hebben richting COA. Dat is een mooi moment om Sjef Robroek van de COA hier deze kant op te vragen. Komt u hier staan? Ja. Hoe gaat dat? Want ik stel me zo voor dat dan misschien het niet een heel lucratief bedrijf was en die meneer dacht, daar bij het COA hebben ze locaties nodig. Ik ga zorgen dat dat permanent verhuurd wordt. Nou, deels gaat dat ook zo. Kijk, het is heel duidelijk, volgens mij komen wij ook zo in het nieuws de laatste tijd, dat wij heel erg op zoek zijn naar opvanglocaties. We hebben er heel erg veel nodig. De stromen vluchtelingen komen binnen en wij willen graag die mensen opvangen. Dat laten we heel duidelijk merken. We hebben zelf initiatieven naar gemeentes toe, dat we met gemeentes gaan praten en vragen van, god, zouden we samen kunnen gaan praten over een opvanglocatie. Maar het gebeurt ook heel vaak dat er mensen naar ons toe komen, exploitanten of eigenaren van gebouwen, die zeggen van, ik heb hier iets staan, zou dat niks voor jullie zijn? En onder de huidige druk en de behoeften die we hebben, vinden wij alles onderzoekswaardig op dit moment. En jullie zien het, er komen duizenden mensen per week binnen, 2500 mensen per week. En daar hebben wij echt veel locaties voor nodig. Dus zo'n aanbod van een exploitant, daarbij een gemeente die zegt van, nou, dat gaan we samen onderzoeken. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen en dat willen we ook heel graag onderzoeken. Maar het betekent dus inderdaad wel, hoe hoog de nood ook, er zijn mensen die daar op die manier ook gewoon een boterham mee verdienen. Tuurlijk. Maar dat gezegd hebben. Er is sprake van 600 asielzoekers op die locatie. Even een paar basic vragen. Op welke manier gaat u die mensen daar onderbrengen? Die mensen die komen over het algemeen in kamers terecht. En die kamers, dat kunnen 1, 2, 4 tot 5 persoonskamers zijn. Dat is in het algemeen is dat een beetje de modus. We hebben... Maar hoe zit dat daar? Wat voor kamers? Zijn dat chalets of zijn dat bestaande huisjes? Of hoe gaat dat? Zoals de situatie nu is, staan daar chalets op. Die willen we graag, als dat onderzoek positief uitpakt, willen we die graag op voorhand gebruiken. Maar dan met de bedoeling om er op de langere termijn, want we zouden dan ook graag, als we met zo'n locatie in zee gaan, willen we daar ook langer gebruik van kunnen maken. Dus wat ons betreft zouden we hier ook langer willen blijven als het onderzoek positief uitpakt. En dan gaan we kijken van hoe we die woonruimte woonruimte zo geschikt kunnen maken voor de bewoning die we nodig hebben op die locatie. Dat moet aan heel erg veel eisen voldoen. Dat zijn minimum aantal vierkante meters per bewoner, veiligheidseisen, wat voor eisen dan ook. En wij zijn meestal dan nog wat roomser dan de paus, omdat we ook nog wel een verantwoording voelen naar de mensen die we op willen vangen. Dus we vinden ook dat we ze op een fatsoenlijke manier moeten kunnen opvangen en begeleiden. Want begeleiden is een onlosmakelijk onderdeel van onze aanwezigheid. Dus we vangen niet alleen mensen op, we geven ze niet alleen dak en brood. We begeleiden ze ook. We zorgen dat ze hier een dagbesteding hebben. Maar we zorgen ook dat ze training krijgen, cursussen krijgen. Om hier in ieder geval, daar waar ze zijn. En wat voor een dagbesteding kan ik dan aan denken? Ik ga ondertussen even deze opzij schrijven, want ik heb het idee dat we echt een heel eind achter de tafel staan. Dat is niet de bedoeling, we gaan gewoon zo staan. Wat voor dagbesteding hebben we het dan over? Wat gaan die mensen daar doen? De mensen die kunnen op de eerste plaats lessen volgen. Vaak zijn dat Nederlandse lessen, is ook een beetje afhankelijk van waar ze in het proces zitten. Ze kunnen naar school, kinderen kunnen naar school, maar ook volwassenen kunnen naar school. En is dat een eigen school binnen dat terrein of wordt dat de school of scholen in Wezep? Is onderdeel van het onderzoek. We moeten kijken wat er mogelijk is op het terrein en wat er in de omgeving mogelijk is. En dat onderzoek behelst alle aspecten van het verblijf van 600 mensen hier. Dus het is op het gebied van huisvestingsmogelijkheden, omgevingsmogelijkheden, alles bij elkaar. Maar dat zou zowel op het terrein kunnen als, dat is ook een mogelijkheid dat het in Wezep wordt. Oké. En lessen, cursussen? Bijvoorbeeld cursussen, hoe werkt het in Nederland, in Nederlands en wat nog meer? Maar ook echt taallessen. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook werken. Asielzoekers, zeker vergunninghouders, die mogen werken in Nederland. Als ze werk hebben gevonden, dan dragen ze ook gewoon bij in de huisvestingskosten en in de woonkosten. Zoals iedereen dat betaamt. Ook op het terrein kunnen ze werken. Dus ze kunnen bijvoorbeeld meehelpen aan het schoonhouden van de locatie. En je ziet ook, daar waar wij langer zitten, we hebben daar een aantal hele mooie voorbeelden van in het land, dat als zo'n centrum er eenmaal staat, dat je ook ziet dat de activiteiten van de mensen die er wonen ook uitwaaien naar de omgeving. Maar het feit dat ze dan blijkbaar misschien al een status hebben en mogen werken, wil zeggen dat de mensen die daar komen zijn niet de mensen die wij vorige week nog bij de grens in Kroatië of waar dan ook op televisie zagen. Dat is een andere groep, de mensen die nu binnenkomen of die jullie daar willen huisvesten. Over het algemeen zit er een bepaalde tijd op het moment dat ze binnenkomen en uiteindelijk een vergunning krijgen. Maar de mensen die hier op het centrum, de mensen die wij op het centrum plannen, daar kunnen wij niet van tevoren afspreken. Dat worden die en die groep. Dat worden vergunninghouders of mensen die nog geen uitslag hebben. Dat kan iedereen zijn, in welk stadium van de procedure dan ook. Alleen wat wel gebeurt, is dat voordat wij ze ergens op een centrum huisvesten, dat ze een basisscreening hebben gehad, een medische keuring of een medische screening hebben gehad. Wat is een basisscreening? Een basisscreening, dat is op de eerste plaats medisch. Dat we weten van dat, wat ze onder de leden hebben of niet. Of dat ze TBC gescreend zijn als dat nodig is. Want niet iedereen die binnenkomt hoeft TBC gescreend te worden. En aan de andere kant hebben er ook al interviews plaatsgevonden met een IND, met een politie, om te kijken van of er iets in het verleden is gebeurd en wat daarover te vinden is. Er worden vingerafdrukken genomen, die worden vergeleken. Dus er wordt best wel al gekeken van wat voor vlees hebben we in de kuip. En dat gebeurt allemaal bij die tijdelijke kampen enzovoort, zoals die nu worden gemaakt, opvanggelegenheden enzovoort. Dat gebeurt echt in de eerste dagen van de opvang. En dat is niet hier. Dat je hier mensen zult krijgen die nog redelijk in het begin van het proces zitten, dat zou kunnen. Maar dan hebben ze wel dat eerste stukje al gehad. Maar ik heb ook gelezen dat het, ik meen even uit mijn hoofd gezegd, 80% alleenreizende mannen zijn en dan 10 tot 20% anderen. Maar hoe weet u dat dan als u zegt van nou, maar ik weet nog niet wie hier komen? Waar ik het net over heb, dat ik zeg van ik weet niet wie hier komen, dat gaat over waar ze zich in de procedure bevinden. Iedereen die doorloopt die procedure en dat zijn stadia, dat is een proces en dat proces doorloop je en uiteindelijk ga je of terug of je krijgt een vergunning en er wordt een woning voor je gezorgd. Aan de samenstelling van die groep, dat is een andere vraag eigenlijk. Die samenstelling van de groep zegt iets van hoeveel kinderen zijn erbij, hoeveel volwassenen, hoeveel mannen, hoeveel... en daar kunnen we heel moeilijk iets over zeggen. We kunnen alleen trends geven van de afgelopen tijd. En de afgelopen tijd, als je het afgelopen jaar bekijkt, was het voor een groot deel mannen, maar het waren mannen die vaak in eerste instantie kwamen om later, als ze hier een vergunning krijgen om dan het gezin over te laten komen. En hoe komt dat dan dat vooral mannen zijn die hier terechtkomen en de rest van hun gezinnen nog niet? Is toch vaak een eerste bode waarvan zeg maar de man zegt, ik ga op pad en ik ga kijken of ik dat red en of wij daar een toekomst kunnen opbouwen. En dan vervolgens, als dat goedgekeurd wordt, dan kunnen ze de familie na laten komen. En waar zit die familie dan nu? Ergens in de regio in een opvanglocatie? Of? Ja, dat kan. Maar het kan ook nog in het land zijn waar ze vandaan komen. Dus het kan zowel zijn in het land waar die van gevlucht is, als al in een kamp ergens in een omliggend land. Nog even wel, want we hadden het net over trends, hè? Alleenstaande mannen. Wij zien bijvoorbeeld, en daarom is het ook zo moeilijk om te voorspellen van hoe die samenstelling eruit ziet. We zien bijvoorbeeld de laatste weken zien we een hele duidelijke toename van het aantal gezinnen. Ja, dat kan verschillen. Die samenstelling op zijn centrum kan verschillen. Daarom kun je mij ook bijna nooit ontlokken van wat zal hier komen aan samenstelling of aan soort mensen. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Houden jullie wel bij bepalen wie waar naartoe gaat ook rekening met achtergrond, culturele achtergronden? We willen niet te veel die bevolkingsgroep en die bij elkaar zetten, of juist niet te veel alleenstaande mannen of alleen maar gezinnen juist? Of? Nee, daar kunnen wij geen rekening mee houden. Want als we dat doen op een locatie, dan moeten we, dat op elke locatie doen. We krijgen bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Voor scholen is het heel fijn als er veel kinderen zijn. We krijgen heel vaak de vraag van, kunnen jullie kinderen leveren? Zo, nou, dat klinkt wel heel plat. Kunnen jullie kinderen leveren? Dat klinkt het soms, maar kunnen jullie zorgen dat er kinderen komen wonen? Dan kunnen we niet op één locatie gaan zeggen van, wij gaan ervoor zorgen dat hier alleen maar gezinnen komen. Want dan gaan we andere locaties weer meteen tekort doen. Dus we willen eigenlijk dat zo open mogelijk houden en helemaal open houden van wie daar komt. Al naar gelang de instroom en waar de behoefte zit. Nou, we gaan nu zo eventjes vragen. Nog één vraag en de andere informatie komt ongetwijfeld zometeen. Wat merken omwonenden van zo'n locatie over het algemeen van het feit dat er, laten we zeggen, 600 mensen op een plek komen die daarvoor ergens anders voor werd gebruikt? Wat merk je daar in de omgeving van? Over het algemeen merk je meteen dat er meer bedrijvigheid is. En als er 600 mensen bij komen, dat ga je merken, dat ga je zien. Mensen gaan over straat lopen, mensen gaan naar de winkel toe, mensen nemen de bus. Dus dat ga je zien. Er is meer bedrijvigheid. En dat is in het begin, is dat even wennen, want er zijn andere mensen op straat. Het zijn ook mensen van een andere huidskleur, meer dan dat je misschien gewend bent. Maar op een gegeven moment, en dat kan ik vertellen omdat we die ervaring ook hebben. In het begin is dat onwendig en langzaam zie je dat integreert met de omgeving. Mensen in de omgeving gaan steeds meer werkzaamheden verrichten op het centrum. Andersom zie je ook dat mensen van het centrum deel gaan nemen aan plaatselijke sportclubs. En zo komt er steeds meer in. Dus het wordt wel één van een geheel. Maar het wordt één van een geheel, maar wel allemaal tijdelijk. Hè? Want het is leuk als iemand bij de sportclub komt, maar op het moment dat hij is ingedeeld bij de F'jes van de voetbalclub, dan gaat hij misschien weer weg. Ja, nou, dat is een feit. Ja. Goed, we komen vast zo nog meer, maar ik wil eerst eens horen of er hierover op voorhand al vragen zijn. Gaat u even het ogenblikje, er staat iemand met een microfoon naast u. En die mevrouw, ja, zet die microfoon maar aan. Ja. Okay. Waarom moeten wij daaraan wennen? Waarom? Hoe bedoelt u dat? U denkt dat u er niet aan hoeft te wennen? Waarom moeten wij eraan wennen dat die mensen niet komen? Waarom? Waarom moeten wij wennen? Dat is mijn vraag. Waarom? U wilt niet wennen, bedoelt u? Nee, waarom? Oké. Okay. Zij moeten wennen. Nee, okay. Zij moeten wennen, zij. Oké. Okay. U vraagt zich af, u bent ook bang dat u zich moet gaan aanpassen daaraan of zo. En dat wilt u niet? Of? Die hoorden zich aan te passen en dat is moeilijk. Die hebben sowieso al een heel ander geloof dan wij. Een andere mening dan wij. Dus waarom moeten wij eraan wennen dat die mensen niet komen? Waarom? Ja. Okay. Wat ik bedoel met wennen is dat je moet wennen aan het beeld. Dat zal ik ook altijd zeggen. 600 mensen die in je omgeving komen wonen, dat zie je, dat valt gewoon op. Ik heb niet gezegd, in ieder geval niet bedoeld te zeggen, dat de omgeving zich moet gaan aanpassen aan het centrum wat er is. Maar je zult op een gegeven moment zien dat de mensen in de omgeving zitten. En daar moet je even aan wennen in de eerste dagen dus. Die mevrouw daar achterin. Ja? Nee, daar die staande mevrouw, ja. U zegt 80% zijn alleengaande mannen. 600 mensen worden er geplaatst op de camping Heidehoek. Simpel rekensommetje, de afspiegeling van de binnenkomst, zullen de 480 mannen dus op camping Heidehoek, 120, 80% ja. Nou willen die 480 alleengaande mannen hun gezinnen over willen laten komen. Stel, 1 man heeft een vrouw en 2 kinderen. Ja. 480 keer 4 plus 120... tel ik geen 600 meer. Hoe lost u dit probleem op? Ja, dus hoe, als die gezinnen overkomen, kunt u die dan ook nog daar huisvesten of gaan ze dan ergens anders heen? Nee, dat werkt toch anders. De mensen, want het is ook niet dat alle 480 vanzelfsprekend een mogelijkheid krijgen om te verblijven. Dus het zal altijd wat lager zijn. Maar mocht iemand... Hoe bedoelt u om te verblijven? Om hier ook echt hun gezin naartoe over te halen? Naartoe te halen bedoelt u? Nee, om je gezin hier naartoe over te halen moet je eerst een vergunning hebben. En niet iedereen die in de opvang opgenomen is, krijgt een vergunning. Er wordt ook van een aantal gezegd van, sorry, maar u moet terug. Van die mensen die verblijven, die mogen verblijven, die worden gehuisvest ergens in Nederland. Op dat moment, en dat is vaak op het moment dat ze al gehuisvest zijn ergens in een huis in Nederland, dan komt pas de huisvestingsprocedure voor de rest van de familie. Dat gaat hier niet op het centrum gebeuren. Dus op het moment dat zo'n gezin overkomt, zijn die mensen al weg of gaan ze weg? Oké, ja, helder. Ik kom even naar u toe. Ik vind het wel grappig om te horen dat u hier staat voor vluchtelingen hier naartoe te halen om het huisvesten. Nee, dat begrijp ik prima. Ik kan er ook wel een deel in meegaan. Buiten het feit omdat we dus over de aantallen altijd kunnen discussiëren. Wat me wel verbaast is dat u dus vluchtelingen hier probeert te huisvesten. En dat u nu weer 150 Poolse werknemers, want niemand praat er nog over. Maar die worden dus weer, worden weer weggejaagd. Want die moeten dus nu weer ergens anders asiel gaan zoeken waarschijnlijk. Ja, dat is een belangrijk item. Ja. Kom ik daarvoor bij u of kom ik daarvoor bij de burgemeester? Er wonen op dit moment ongeveer 150 Poolse werknemers. Wat gebeurt daarmee? Ik loop maar eventjes ook hier naartoe, naar deze kant. Ja? Ja, rond de 200 arbeidsmigranten, dat klopt. En... overigens heeft de buurt destijds daarom handhaving gevraagd. Dat hebben we toen aangehouden omdat we eerst beleid wilden formuleren ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten. Inmiddels is dat door de gemeente... Maar wat gebeurt er met die 150? Dat wil ik graag weten. Ja, oké. Ik dacht wat meer toelichting te geven. Nee, doe maar niet. Daar gaan we dan maar over. Wij vanuit het gemeentebestuur hebben gezegd dat het ons niet wenselijk lijkt om 2 verschillende doelgroepen naast elkaar of op één locatie te huisvesten. Dat lijkt ons te problematisch. En waarom denkt u dat dat problematisch is? Nou, totaal verschillende achtergronden. En het gaat ook om de... Het gaat om... Nee... Een iets nadere toelichting. Ja, u mag dat zo nog even verder toelichten. Maar u zegt 2 totaal verschillende achtergronden. Maar de mensen die hier naartoe komen hebben ook een andere achtergrond dan het gemiddelde in deze zaal. Wat bedoelt u op het terrein zelf? Misschien mag ik wat meer toelichting geven dan, want even uitspreken. Het is een groep die hier op hun manier werk heeft gevonden. Terwijl daarnaast een groep is die in een hele andere procedure komt te zitten. En dat vergt ook forse begeleiding. Dat hebben we net gehoord. En het COA stelt daarvoor de ondergrens van 600 om dat bedrijfsmatig goed te kunnen organiseren. En om die reden hebben wij gezegd, dan is het beter dat er een keuze wordt gemaakt voor het een of voor het ander. Daar hebben we wel aan toegevoegd, wij werken alleen maar mee aan een AZC op die locatie als de eigenaar van de Heidehoek op een verantwoorde manier voor de huidige arbeidsmigranten een alternatieve huisvesting vindt. Dat hebben wij als voorwaarde gesteld, dus als dat in onze beleving niet het geval is, dan werken we er ook niet aan mee. En dat betekent dus dat hij echt zelf ergens anders een plek moet gaan vinden, of gaat het ook in overleg met COA bijvoorbeeld? Nee? Nou, het is onze voorwaarde dat hij dat organiseert. Daar nemen we als gemeente geen verantwoordelijkheid in. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En wij moeten tevreden zijn over de oplossing, anders werken we er niet aan mee. Maar betekent dat dat hij dan een collega ergens anders in het land of zo gaat vragen... Heb jij nog ergens plek voor 150 van de mensen voor mij? Of hoe stelt u zich dat voor? Het zou zomaar kunnen zijn dat de heer Epe meerdere vastgoedlocaties heeft... waar hij alternatieve huisvesting kan organiseren. En u gaat dat ook controleren? U gaat dat controleren? Wij willen weten wat het alternatief is voor de huisvesting voor de arbeidsmigranten en of wij dat een acceptabele oplossing vinden. En als het niet het geval is, werken we er niet aan mee. Oké, nou dat is er nog. Ik kom nog één keer bij u terug voor een reactie erop en dan kom ik bij u. U zegt nu van, dat ze dus waarschijnlijk... ja, ze worden weggevoerd, dat is makkelijk zat, want ze moeten weg. Want 600 keer een x-bedrag is beter dan 150 keer een bedrag van mensen die al werken. Dus die worden gewoon weggejaagd. Ik durf dat gerust te zeggen hier, want wij zijn ook benaderd om te zoeken naar locaties waar we meerdere mensen kwijt kunnen raken. En met name Poolse werknemers die op Heidehoek zitten. Heidehoek is alleen maar uit op geld en dit heeft niks meer met mensen medelievendheid te maken. Ook een vraag, zeker opmerking. Ik heb twee vragen eigenlijk aan het college. Ik heb eigenlijk gezien dat meneer Wiener, voorzitter van de Nederlandse gemeente, hij geeft de gemeente aan om mee te werken met de opvang van asielzoekers met een verblijfsstatus. Dan zouden de bestaande AZC's wat meer ruimte krijgen waar eigenlijk weer de normale asielprocedure in werking kan gaan. Dus hij geeft ook aan, ga geen nieuwe centra's inrichten. Dat heeft meneer Wiener duidelijk gezegd. Ik heb het vorige week gelezen in de Volkskrant. En dan een tweede vraag. Onlangs heeft u besloten mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging om het huisvesten van arbeidsmigranten. Ik heb in juli daar een brief over gehad. Ik ben omwonende. De inkt is nog niet opgedroogd en we krijgen dan weer een nieuw plan. En mijn vraag is, denkt u alleen met de eigenaar mee of denkt u ook met uw eigen inwoners mee? Ik laat u even het applaus in ontvangst nemen, maar wat zou u willen dat nog meer gebeurt? Wat moet er gebeuren om te zorgen dat het college ook gaat meedenken met de eigen inwoners? In welk opzicht? Nou, ik vind eigenlijk gewoon, het college maakt nu weer een fout rondom Heidehoek, wat ze al een aantal keren gedaan hebben. Ze zouden handhaven. Ik ben zelf al 9 jaar met de hele procedure bezig. Eigenlijk hadden we zelf een aantal zaken geregeld met meneer Epe. Alleen meneer Epe houdt zich nu niet meer aan zijn woord. We hadden afgesproken dat hij daar 150 mensen zou huisvesten. En dan als hij 5 jaar zou draaien, zou hij uit de kosten zijn. Dan was zijn probleem opgelost. Maar hij gaat nu achter de rug om andere dingen doen. Oké, nou dat is waarvan akte wat u betreft. Goed, ja, er zijn veel... U had net al een vraag, u staat dichtbij. En dan kom ik zo... Sorry? Nee, oh, dat was meer een constatering. Oké, dan heeft u gelijk. Dan ga ik eerst een antwoord op deze vraag halen en dan kom ik daarna bij u. Ja. Overigens, de heer Wietjes is burgemeester van Katwijk. En daar hebben ze een asielzoekerscentrum van 1200, wat hij nu gaat verlengen. Dus even de correctie daarop. Voor nog 5 jaar erbij. Maar de vraag is, gaat u meer meedenken met uw eigen? Het is geen sprake van dat het college bezig is om mee te denken in de belangen van de heer Epe. Daar hebben wij het niet over. Het gaat ons om de doelgroep waar het COA bij ons aandacht voor vraagt. En dan gaat het over de notie dat vluchtelingen in nood geholpen moeten worden. En vanuit die invalshoek heeft het college hier positief tegenover willen staan, zonder de belangen van de omwonenden uit het oog te verliezen. Daarom hebben we ook gezegd, we willen medewerking verlenen onder voorwaarden dat het verantwoord kan plaatsvinden en anders niet. En begrijpt u het gevoel dat u onvoldoende rekening houdt, laat ik het maar even zo vertalen, met de direct omwonenden of met de mensen daar omheen, die al een aantal jaren ook met een andere procedure bezig zijn? Ja, dat gevoel snap ik zeker wel, omdat het nou, als we toch wel plomp verloren dit bericht nu ook in de samenleving komt en ook bij u in de brievenbus. En wij hebben geschreven dat wij het alleen maar willen doen als het verantwoord kan. En we staan nog helemaal aan het begin van het gesprek van wat is dan verantwoord? Daar moeten we het ook over hebben met elkaar. En daar staan we nog aan het begin, dus ik snap dat nu daar heel veel ongerustheid bij is en daar moeten we het ook zeker over hebben. Nou, dat gaan we hier nog meer doen, dan kom ik nu wel bij jou terecht. Salam alaikum. Ik wou graag van u weten, ik ben geboren in Wezep. Ik heb hier tot mijn 17e gewoond. Door bedreigingen van een Koerdische vader of ex ben ik genoodzaakt om te gaan wonen bij mijn ouders. Ik heb vervolgens aangeklopt hier bij de woningbouwstichting. Ik kreeg te horen, u heeft geen maatschappelijke binding. U bent niet welkom in Wezep. Wat gaat u voor deze binnenlandse vluchteling betekenen? Of kan ik beter ook mijn identiteit weggooien en mij aansluiten bij de vluchtelingen, zodat ik ook geholpen word aan woonruimte? Kom maar even mee. Lijkt me nou typisch ook een vraag voor de wethouder, mevrouw Vos. Deze mensen die hier zouden worden opgevangen, die krijgen zaken en daarvoor in de plek komen ook andere mensen. En er zijn mensen in Wezep die eigenlijk al langer wachten op een woning dan deze mensen die nu Nederland binnenkomen. Ja, we moeten wel onderscheid maken. Een asielzoekerscentrum, ja. Even laten uitpraten. Een asielzoekcentrum is om mensen inderdaad toch wel een tijdelijk een plek te bieden, totdat zij of een vergunninghouder worden, staatshouder, of dat zij inderdaad, zoals meneer van het COA ook zei, weer naar hun eigen land terug moeten. En de problematiek, zoals die mevrouw die noemt, is gewoon inderdaad schrijnende problematiek. En die heeft ook onze aandacht. En dan denk ik van... En... Ja, dus die mevrouw heeft geen sociale binding en deze mensen natuurlijk ook niet. Dus... Nou ja, maar... Even wachten tot een antwoord er is. Kijk, op dit moment heeft de woningbouw principes gezegd van... Hey, als je maatschappelijk betrokken bent, inwoner bent van onze gemeente, word je ingeschreven. Volgens mij is er een nieuwe woningwet in aanmerking. Maar daar wil ik graag hierna het gesprek over gaan. Want over huisvesting moet ik heel eerlijk zeggen, weet ik niet alle details. Maar ik wil graag daar met die mevrouw verder over in gesprek. Zodat we daar ook die problematiek ook in kunnen gaan. Oké, dat komt dan zometeen nog. Maar in het algemeen het geluid van ja, mensen krijgen dingen. Nou, dat komt u bij het COA wellicht ook niet onbekend voor, dat geluid. Krijgen dingen waar wij eigenlijk op moesten wachten. En daardoor moeten we nu nog wat langer wachten. Snapt u dat? Ja, dat snap ik dus zeer zeker. Maar dus voor mij dus is het ook een en-en. Het is niet een of. He, we kijken en naar de problematiek die er is, maar we kunnen ook onze ogen niet sluiten voor wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Nou, goed. En er wordt een afspraak tussen jullie geregeld. Wachten we eventjes tot de microfoon bij u is voordat u roept. Zo kom ik naar die kant, kom ik eerst bij deze mevrouw. Nou, ik wil nog even terugkomen over die Polen. Want ik heb uit verschillende bronnen gehoord dat die meneer Epe in Zeewolde een camping heeft en dat daar die Polen nu naartoe gaan. En in de brief staat, het moet allemaal onderzocht worden, maar dan denk ik, het is al beklonken zaak. Maar zegt u daarmee, ik heb het vermoeden dat het helemaal geen onderzoek meer is, maar dat het eigenlijk gewoon al besloten is? Ja. Ja. Oké. Nou, dat idee, ik kom zo meteen weer. Burgemeester, denk ik dat ik bij u kom als voorzitter van de gemeenteraad en het college. Het lijkt erop dat het allemaal een beklonken zaak is. Is dat zo? Ik kan me dat gevoel voorstellen, omdat het college inderdaad wel een positieve grondhouding heeft. Maar ik herhaal toch nog maar dat wij het onderzoek natuurlijk niet voor niks doen. We moeten wel tot de conclusie kunnen komen met de gemeenteraad. Dat heb ik net ook gezegd. Het college wil het niet alleen beslissen, wil de gemeenteraad erbij betrekken. En met elkaar tot de conclusie komen dat het verantwoord kan. En dat zijn we echt nu op dit moment aan het onderzoeken. Dus in die zin is er nog zeker geen definitief besluit. Maar als het zo is dat die 150 Poolse mensen op een andere plek terechtkomen en een aantal andere vragen op de goede manier worden beantwoord, dan gaat het college voorstellen aan de gemeenteraad om het wel te doen. Als al onze voorwaarden wordt voldaan en die voorwaarden hebben ook betrekking op het bieden van veiligheid naar de omgeving toe enzovoorts, dan inderdaad is het standpunt van het college, als het daaraan kan worden voldaan, willen wij een positief voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Want ik wil ook geen mist optrekken. We moeten weten wat het college wel en niet wil. Dus u staat er positief tegenover, want het is nog niet beklonken, maar het zou wel beklonken kunnen worden. Goed, ik heb beloofd eerst eventjes daar naar achter gaan, die mevrouw met die groene jas. Ja? Er komt iemand naar u toe. Ja, daar komt iemand naar u. Ja, er staan heel veel mensen. Ja, ga er gang. Ze hebben het steeds over veiligheid. Maar wat voor garantie heb ik dat die mannen die komen, dat die niet bij een IS of iets dergelijks aangesloten zijn? Ja. Want we zijn hier wel met mannen, met vrouwen en kinderen. Wat voor veiligheid hebben onze kinderen? Oké, goed. Dit zijn niet de eerste mensen die uit dat gebied naar Nederland komen, dus jullie hebben daar ervaring in. Hoe kunt u, kunt u die mevrouw geruststellen wat dat betreft? Ik kan nooit hier zeggen dat er geen enkel risico zou kunnen zijn met iemand die bij ons komt wonen. Dat kan ik nooit zeggen, zou ik staan te liegen hier. Wat ik wel kan zeggen is dat de mensen die hier komen wonen eventueel al gescreend worden aan het begin. Door politie gezien worden, door IND gezien worden. Vervolgens begeleid worden door een grote groep medewerkers die getraind zijn op het herkennen van signalen als ze foute bedoelingen hebben. Daar is beveiliging aanwezig op het centrum. Daar zijn mensen aanwezig op het centrum. Dus we doen er alles aan om mensen zowel veilig te laten wonen, maar ook naar de omgeving toe te zorgen dat het in goede banen geleid wordt. Dus in die zin kan ik alleen maar vertellen van wat onze ervaring is. Dat wij niet de indruk hebben dat via locaties mensen binnenkomen die in ieder geval terroristische bedoelingen hebben. Dat is een wat ingewikkelde manier om in het land binnen te komen, want er zijn andere manieren, maar we kunnen het ook niet uitsluiten en we willen het ook niet uitsluiten, dat kunnen we niet. Op 30.000 mensen die binnenkomen, 40.000 mensen die binnenkomen, kun je dat niet uitsluiten. Maar we doen er alles aan om te weten welk vlees we in de kuip hebben. Okay. En dan zijn ze in die kuip en dan krijgen ze te maken met de burgemeester, denk ik. Want u bent degene die gaat over de veiligheid in Wezep en daaromheen. Wat gaat u daarmee doen? Een van de voorwaarden is inderdaad wel dat het op het park zelf goed georganiseerd is met goede begeleiding en goede bewaking. Dat is punt 1. En ook de screening. Maar inderdaad, dan heb je wel een populatie van 600 mensen die dan ook in je dorp zich begeeft. En daar willen wij, nou, overigens heb ik met de politie daar al meerdere gesprekken over gehad. Er zijn ook heel wat voorbeelden van AZC in Nederland waar het helemaal geen problemen geeft. Maar ik wil niet naïef zijn. Het kan wel problemen geven. En daar wil ik nog goed de vinger aan de pols houden en ook afspraken over maken met de politie en justitie. Om daar ook goed op te kunnen reageren. En hoe wilt u dat op reageren? Zeg maar, hoe gaat u dat in de gaten houden en die vinger aan de pols houden? Nou, ik wil in elk geval heel graag, dat is voor mij ook een van de voorwaarden ook in de richting van de COA, dat COA bereid is om samen met bewoners van de omgeving zeg maar, na te gaan hoe het zich ontwikkelt. Of het inderdaad problemen geeft of geen problemen geeft. En als er toename is van problemen, dat er dan ook adequaat gereageerd wordt. En ik doe aan een soort klankbordgroep of zo over ervaringen. Ik denk dat het goed is dat de buurt met ons deelt hoe het ervaren wordt. Want het heeft te maken met hoe je de veiligheid beleeft en wat de feiten daarin zijn. En die feiten wil ik wel kennen. Dat is niet de eerste keer dat zoiets zou gebeuren rondom een locatie, hè? Met zo'n klankbordgroep. Nee, dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid als wij ergens zitten nadat wij ook alles geregeld hebben om die mensen veilig op te vangen. Hebben we ook gewoon het contact met u in de buurt. En het contact met u in de buurt, dat wordt vormgegeven door een zeer regelmatig overleg met de omgeving, waar ook vaak politie bij aanwezig is, waar mensen van de gemeente bij aanwezig is, om gewoon de problemen door te spreken die eventueel ervaren worden. Daarnaast hebben wij ook een hele makkelijke ingang. Als er overlast ervaren wordt, staat de locatie altijd open om de klachten in ontvangst te nemen. En zullen we die klachten serieus nemen. Daar is ook echt 24 uur per dag begeleiding bij aanwezig. Ja, die 24 uur per dag zijn mensen aanwezig. Ja, dus daar zijn nog heel veel vragen over. Ga ik eerst even naar die kant en dan kom ik naar die meneer en naar die meneer. Ja? Wie had hier een vraag over? Ik kan vast. Juist IS-strijders die gaan echt niet bekendmaken dat ze wat willen doen. Dus die houden zich als een heilig boontje. En wat wil de politie dan tegen doen? We hebben hier wel geteld volgens mij 2 politieauto's en een mountainbike. Dus onze veiligheid is geen veiligheid. We moeten onze eigen garantie staan voor onze eigen veiligheid. En als je ze wel kwamen... burgemeester, kunt u dat aan? Zeg maar, heeft u daar eigenlijk voldoende capaciteit voor bij de politie? Nou, het beleid moet in eerste plaats op gericht zijn dat dat niet nodig is, dat er extra politiecapaciteit zal zijn. Maar ik heb er met de politie ook over gesproken, als het wordt die aandacht gegeven die het nodig heeft. Dus als er is meer capaciteit nodig, dan gaan we dat ook organiseren. Dan kunt u dat ook, organiseren, zeg maar. Daar heeft u de mogelijkheden voor. Die toezegging hebben we gekregen. Goed, dan kom ik nu bij deze twee heren achter elkaar. Ik kom zo bij u, eerst bij deze meneer, want die zat al langer. Ik zou graag van de COA willen weten hoe de normen zijn om de locatie te bepalen. Want het kan er bij mij niet in dat deze locatie 600 mensen bij elkaar zetten en dat er een veiligheid gegarandeerd kan worden. Maar al zou je de 600 Nederlanders bij elkaar zetten, dan zie je al hele grote problemen. En waar ligt dat aan? Aan de omvang? Of? De omvang en de plek van het terrein. Die is totaal niet geschikt voor dergelijke... omdat het niet goed ligt. De woonomgeving zit er vlak omheen. Ja, dat is nog niet eens het grootste probleem. Maar die 600 is veel en veel te veel. Een kleine groep zou een keer kunnen. Maar dit is gewoon belachelijk. Oké, 600 procent. Dat geluid hebben we inderdaad vaker gehoord. 600 is wel heel veel. Waarom niet gewoon 300? Voor ons is het belangrijk dat wij een bepaalde minimum hoeveelheid hebben. Want wij willen daar genoeg mensen aanwezig kunnen hebben om ook begeleiding te kunnen geven. 600 mensen, en zo werkt het gewoon bij ons. Zo werkt het in het hele land bij ons, dat wij per bewoner organisatie kunnen plegen op de locatie. Dus 600 mensen levert veel meer mogelijkheden op om de omgeving rond het wonen te organiseren. Bovendien, en dat is ook gewoon een feit, we gaan ook om met gemeenschapsgeld. Bij 600 bewoners wordt een locatie over het algemeen pas rendabel. Kleinere locaties zijn relatief veel kostbaarder. En we moeten daar toch ook met gemeenschapsgeld moeten we daar rekening mee houden. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het te maken heeft met jullie bedrijfsvoering. En niet zozeer met de omgeving. Wat ik uitleg is het deels aan de ene kant bedrijfsvoering. Aan de andere kant ook dat het middelen genereert om extra activiteiten te ontplooien. En dat kun je op een locatie van 300 met minder personeel, kun je dat toch minder. Maar zijn er ook niet in het land elders kleinere locaties van 100, 125 mensen? Daar werkt het ook, toch? Ja, dat doen wij over het algemeen voor een kortere tijd dan als we echt in nood zitten. Als het rustig is en de instroom is op een bepaalde mate, dan gaan we altijd voor dat bodemaantal. Dat zit altijd ergens rond de 600. We zijn ook gewend met grotere locaties te werken. We hebben locaties van 2000, van 1000, van 1200. Wij weten van hoe dat werkt op die locaties. En kleinere locaties, en dat zie je nu, maar dat zijn altijd toch noodachtige locaties. In de instroom die nu plaatsvindt, dat we toch al sneller tevreden zijn om sneller op die manier in te richten. Maar dan moeten we altijd een afweging maken van hoe lang blijven we daar zitten. En daar willen we ook snel van afkomen. Als het niet meer nodig is. Maar Wezep is waarschijnlijk niet uniek daarin te zeggen van nou 600 is wel heel veel, prima, maar doe ons wat minder. Is dat niet een overweging om juist te gaan kiezen voor kleinere locaties dan? Nee, omdat wij ook wel gewend zijn dat als we eenmaal zitten met zo'n grote locatie, we hebben kunnen laten zien hoe we die bedrijfsvoering doen en ook kunnen laten zien van dat dat kan en dat dat rustig kan en dat dat in een samenleving kan en dat dat met samenwerking kan, dan kunnen we ook laten zien dat het werkt. En die bewijzen hebben we en dat kunnen we laten zien. Ja, ik heb u gezien, komt zo naar die hoek, maar ik heb deze meneer nog een belofte uitstaan. Nee, ik hou hem vast. Ik heb een vraag voor de burgemeester. Als straks die raadsvergadering is over dat asielzoekerscentrum, kan het ook rechtstreeks worden uitgezonden door de loco, dat we dat kunnen volgen? Ja, kan dat? Nou, dat is een redelijk praktische vraag. En gebeurt dat? Okay. Bij deze. Het is opgenomen door Loco volgens mij, dus dat staat vast. Ja. Daar waren vragen. Ja, ik had ook een vraag aan de burgemeester. Ik zou graag willen weten hoe het onderzoek er gaat uitzien. Wat bepaalt dat? Die meneer staat daar. En die vraagt zich af hoe het onderzoek eruit komt. Kom even hier staan. Oh, gaat de wethouder over het onderzoek? Of hoe gaan jullie dat onderzoek organiseren en wie bepaalt of het inderdaad voldoet aan de voorwaarden of niet? Uiteindelijk bepaalt de raad natuurlijk hè, op het antwoord, of het inderdaad voldoende antwoord is. Maar waar wij nu bezig zijn, en de burgemeester heeft net de 2 belangrijkste randvoorwaarden geschetst. En daar zullen wij de komende weken mee bezig zijn. En die 2 waren de 150 mensen die nu zitten moeten een plek. En wat is het andere? En de veiligheid ook. Ja, die 2, zowel de veiligheid van de omwonenden als veiligheid op de vestiging zelf. Daarnaast zijn er vragen waar wij ons nu mee bezighouden, bijvoorbeeld met onderwijs voor leerplichtige kinderen. En hoe gaan we dat vormgeven? Kunnen we dat überhaupt wel vormgeven? Dat is een van de vragen die daarin zit. Andere vragen zijn, hoe zit het met het gebied? We weten, en ik heb hem vanavond niet langs horen komen, maar ik heb hem op internet wel gezien. Er zit een schietkamp achter. Hoe zit dat met permanent wonen? Nou, dat... Ja, want er zitten mensen ook met redelijk traumatische ervaringen, neem ik aan. Maar dat is de vraag die wij ook bij het COA neergelegd hebben. Zij plaatsen. Wij hebben gezegd van, joh, er is een schietkamp. Weet je dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat zijn zaken, daar willen wij allemaal een goed antwoord op hebben. En die gaan we wegen. En stel je voor dat er nou eentje is waarvan u zegt, nou, daar zijn we niet tevreden mee, maar alle anderen zijn wel voldaan. Betekent dat dan, het gaat niet door? Ik denk dat dat afhankelijk is van of we dat kunnen compenseren. Kijk, als je nou zegt van, het onderwijs kan niet op de vestiging zelf. Hè, dan je zegt van, nou, dat is een nee. Kan ik het dan ergens anders op een acceptabele manier organiseren? Dus dan moet je kijken. En dat gaat allemaal in de komende 6 weken plaatsvinden. Al die vragen en antwoorden. Klopt. Goed. Dan nog eventjes, we hadden de vraag over schieten. Ja, er zit daar een militair oefenterrein waar ook echt wordt geschoten. Nou heb ik geen traumatische ervaring en kan er al behoorlijk van schrikken. Maar dat is voor die mensen denk ik nog erger. Sorry, we komen daar zo op terug. Want ik ga zo checken of je zo tevreden bent. Maar dit hoort nog bij die eerste vraag. Er wordt op de eerste plaats een vanzelfsprekendheid gesuggereerd dat mensen die op die locatie zouden gaan wonen niet tegen het geluid van een schietbaan zouden kunnen. Wij zijn gewend en we hebben heel veel locaties en ook in het verleden gehad dat, en ook locaties die op hele specifieke plekken liggen onder vliegtuigbanen, dicht bij militaire terreinen, waar wij dat niet ervaren hebben, dat mensen daar bang voor zijn. Wat wij wel kunnen, wat wij wel doen, en dat is natuurlijk allemaal onderdeel van dat onderzoek, om te kijken van hoe kunnen we dat inrichten? Hoe kunnen we dat inrichten zodat de bewoners op die locatie zo min mogelijk last ervan hebben? Zijn er 600 mensen te huis? Dat is allemaal onderdeel van dat onderzoek. Om dat kijken of dat op een minimaal verantwoorde manier te doen is. Maar dat zijn dus nog heel veel vragen. U was nog niet tevreden met het antwoord. Ik heb u ook gezien daar, ja. Nee, voor mij is het nog steeds niet duidelijk hoe het onderzoek eruit ziet. Wordt er gekeken naar alternatieven, wat beter is bijvoorbeeld? Of wordt er alleen puur specifiek naar Heidehoek gekeken van hoe of wat? Ja. Meneer Peter Epe, waar als dan naar gerefereerd wordt, de gemeente heeft daar niet al te beste ervaring mee. Omwonenden hebben daar niet al te beste ervaring mee. Meneer Epe die belooft ja. A, maar die doet B. Blijkt ook nu. Waarom ga je met zo'n iemand nog in zee? Oké, dus eigenlijk is uw vraag ook van, is dat onderzoek alleen op deze locatie gericht, ja of nee? Of zijn er nog meer locaties in onderzoek? Is dat uw vraag? Ja, zit in het onderzoek ook inderdaad, zeg maar, wordt er gekeken naar alternatieven, wat misschien beter is binnen de gemeente? Burgemeester, wethouder. Zijn er nog andere locaties in zicht die het dan eventueel kunnen worden? Nee, het onderzoek richt zich op de Heidehoek. Okay. Dus dat betekent dat het antwoord uitsluitend ja of nee is? Nee, dat klopt. Goed. Ik ga eens eventjes kijken. We hadden in deze hoek, ik weet niet waar mijn andere microfoon is. Ja. Dan gaat zij vast naar die kant toe. Dan kom ik even vast ondertussen bij u. Met betrekking tot de inpasbaarheid van de functie van een asielzoekerscentrum hoor ik u nu praten over de bestemmingsplan wat er nu op ligt. Wat zijn de bewegingen die de gemeente daar nu inzet? Wat kunnen wij nog als burger aangeven richting gemeente? Dat we in principe zeggen met een bestemmingsplan recreatief is en nu niet een functie heeft als asielzoekerscentrum. Hoe zit dat? Want dat zijn toch behoorlijk wettelijke procedures. Burgemeester? Ja. Hoe gaat u dat doen? Nou, het gaat natuurlijk eerst om de principeuitspraak van de gemeenteraad of het wel of niet zou moeten gebeuren. Als dat positief luidt, dan moet daar een planloze procedure voor worden gevoerd. Het houdt een zogenaamde verkorte procedure waarbij toestemming wordt gegeven voor afwijking van het bestemmingsplan. En dat kent ook een inspraakprocedure waar de burgers nog op kunnen reageren. Maar dat betekent dus dat dan inderdaad eerst het bestemmingsplan moet worden aangepast met die procedures voordat de eerste asielzoekers daar naartoe kunnen? Nou, het is geen aanpassing van het bestemmingsplan. Het is een toestaan van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Dat sowieso tijdelijk van aard is. Maar hoe lang is tijdelijk dan? Nou, de COA heeft gevraagd minimaal 5 jaar. Dus dan moet het, overigens is dat ook een van de aspecten waar we het over willen hebben. De duur van het AZC. Maar u gaat nu uit van 5 jaar of zou dat ook 6, 7, 8 jaar kunnen zijn? Daar gaat het gesprek over met het ASC en dat hangt mede af van hoe het onderzoek is, maar het is minimaal 5 jaar. Maar dat betekent dat het dus ook best mogelijk is om daar 7, 8 jaar van te maken. En daar willen we ook geen mist over hebben, dus daar willen wij in ons voorstel aan de Raad ook duidelijkheid over bieden wat het ons betreft de duur van het ASC zou moeten zijn. En stel nou dat de gemeenteraad zegt, wij zijn voornemens om daar een medewerking aan te verlenen. Hoeveel kans maken mensen dan in die planologische procedure als ze daartegen bezwaar indienen? Want dan is het nu recreatief en dat wordt voor minimaal 5 jaar anders. Maken ze dan enige kans als ze een bezwaar indienen? Misschien nog even de vergelijking met Harderwijk. Die heeft ook gezegd 5 jaar met een optie van verlenging. Dus dat punt moet wel even ook duidelijk worden in deze procedure. Hoe staan we daarin? Kijk, als de Raad daar positief op reageert, dan is de kans dat de Raad bezwaren honoreert natuurlijk niet zo groot meer. Dat laat er ook wel een duidelijk in zijn. Maar de procedure wordt wel zo gevolgd. Goed, dat is helder. Daarachterin, ik heb het gezien. Ja. Ja, ik heb 2 vragen voor die meneer van de COA. Er zijn afgelopen jaar meerdere locaties door het COA gesloten. Met name Venlo is dichtgegaan. Gaat die nu weer open? Die gaat niet open, die is alweer open. Okay. Ja? Dan is mijn vraag beantwoord. Vervolgens zitten er in de huidige COA's en asielzoekerscentrum ruim 15.000 mensen die wachten op een woning. Ik ben het met meneer Post eens. Meneer Van Wienen heeft inderdaad gezegd van het VNG van als wij nou zorgen met z'n allen dat die mensen worden opgevangen, heeft u plek genoeg. En hoeven er geen nieuwe AZC's worden geopend. Gaan we daar dan ook wat in doen? Ja. Ik ben blij met die vraag, want die oproep die ken ik heel goed. Ik ben ook betrokken geweest bij die brief die opgesteld is naar de gemeentes, om daar in ieder geval de informatie voor te geven. De oproep is geweest van laat nou alsjeblieft die vergunninghouders doorstromen. Want dat is inderdaad een groep van op dit moment 13.000 mensen die in de opvang zitten. Dus niet helemaal 15, maar maakt niet zoveel uit. 13.000 mensen die in de opvang zitten en die eigenlijk alleen maar zitten te wachten op een woning. Als de gemeentes daaraan meewerken, dan komen er woningen ter beschikking en dan hebben wij minder locaties nodig. Maar we hebben dan nog steeds locaties voor de langere duur nodig. Want we hebben op dit moment zoveel mensen in hele tijdelijke noodvoorzieningen zitten, dat ook al stromen er morgen 5000 mensen uit, hebben wij nog een tekort aan woonruimte. Dus daarmee is het nog niet voor nu opgelost? Nee, okay. Er is ook nooit de oproep geweest van als die woningen er zijn, dan heeft het COA geen centra meer nodig. Die oproep is niet geweest. Goed. Ja, ik zie u handel met die meneer daarachter, mevrouw daarachter. Ik heb u gezien, maar u bent al aan het woord geweest. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen het woord geven. Dus als jij naar die hoek toe gaat, kom ik naar deze mevrouw. Ja? Mijn vraag is over het algemeen van, wij zijn er allemaal al tegen. Bijvoorbeeld. Maar ik denk dat de boel al beslist is en dat toch de vluchtelingen hier naartoe komen. En waarom niet alleen de echte mensen die in nood zitten, maar dan ook nog zeg maar 80% wat aan mannen is. Bij ons staat lijn 5, voorheen Arcadia, staat al ik weet niet hoe lang leeg. Waarom daar dan niet de echte vluchtelingen of weet ik veel wat? Nou, over die is het al beklonken, daar heeft de burgemeester net al iets over gezegd. Hè? Maar u zegt van waarom niet alleen de echte vluchtelingen? Dan kom ik bij u met de vraag, komen hier echte vluchtelingen? Ja, over echte vluchtelingen, een vluchteling. Wij noemen een vreemdeling pas een vluchteling op het moment dat hij een vergunning heeft gekregen tot verblijf. Als hij een verblijfsvergunning heeft gehad. Op dit moment zijn de twee grootste groepen die binnenkomen. Dat zijn mensen uit Syrië en mensen uit Eritrea. En dat zijn nou beide groepen die per definitie een voorlopige vergunning krijgen. Omdat die uit gebieden komen waar je echt van kunt zeggen dat ze de vluchtelingenstatus mogen hebben. Dus het grootste gedeelte, ook de mensen die op dit moment voorzien worden om hier te zitten, zijn vluchtelingen. Er wordt nog maar een klein gedeelte, 10-20%, krijgt geen vergunning. Dat is voor nu, dat is voor nu. Hoe dat over 3 jaar is, weet ik niet. Maar daar is het proces op ingericht. Als iemand geen recht heeft op verblijf, mag hij ook gewoon zijn familie niet binnen laten komen. En dan krijgt hij een traject waarin zo gauw mogelijk toegewerkt wordt naar verlaten van het land, terugkeren naar het thuisland. Maar in die tussentijd hebben wij nog zoveel plaatsen nodig. En ook de plaatsen zoals locaties als deze, om mensen op te vangen. Oké, okay, goed. Dan gaan we eventjes... Ja. Ja, uw antwoord is wel gegeven. Er is iets gezegd over vluchtelingen. Even niet in de ruimte roepen, dan komt er eigen naar u toe. Dat antwoord is gegeven. Wat wilde u nog zeggen? Nou, ik had het over. Ik denk dat ik daarvoor bij meneer de burgemeester moet zijn. Lijn 5 staat al jaren leeg. Dat... Wat is dat, lijn 5? Dat is niet een buslijn. Arcadia voor moeilijk opvoedbare kinderen. Oké, dus wij zijn altijd... Goed, komen we daar nog even op. Lijn 5, Arcadia. Wat vindt u daarvan? Kom even hierin. Kijk, de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van asielzoekers, dat is een taak van COA, niet van de gemeente. En COA heeft daar ook zijn voorwaarden wat betreft de omvang van capaciteit. En daar voldoet dit gewoon niet aan. Te weinig capaciteit. Klopt. Goed. Die meneer daar achterin. Ik wilde even nog vragen aan u. U had het net over de vluchtelingenstatus, hè? En wanneer wordt het dan een asielstatus? Want dit is wel belangrijk natuurlijk, want we hebben het steeds over asielzoekers, maar we hebben het nog steeds over vluchtelingen die hier tijdelijk komen. En wanneer wordt het dan echt een asielstatus? Dat is vraag 1. Het is een heel simpel regeltje. Op het moment dat iemand binnenkomt, is het een vreemdeling. Op het moment dat hij zich aangemeld heeft voor het proces, is het een asielzoeker. En op het moment dat hij toegestaan wordt om te blijven, dan is het een formele vluchteling. Dat is, meer kan ik er niet van maken, dat zijn gewoon de gevolgen van het proces. Ja, oké, dat was vraag 1. U had nog een vraag? Vraag 2 is de wethouder Vos, die heeft het de hele tijd over kinderen naar school brengen en dat soort dingen. Maar we weten allemaal dat we in Nederland een goed stelsel hebben van inentingen en dat is in die andere landen niet zo. Dus hoe gaan we dat oplossen dan? Ja, misschien dat u daar meer van af weet. Hè? Ik denk dat u meer af weet van de inentingen dan... Hoe werkt dat? Hebben ze geen besmettelijke ziekte bij zich of dat soort dingen? Nou, de wethouder zegt dat ik alles van inentingen weet. Dat zou ik... op het moment dat mensen binnenkomen, krijgen ze sowieso een medische screening. Voor alle mensen die binnenkomen geldt op dit moment nog een TBC-screening. Behalve voor, en dat is van het weekend, is dat milder geworden. Is dat mensen uit Syrië, er wordt gezegd, daar is het risico heel erg laag van. Ongeveer net zo laag als alle andere mensen uit West-Europa. Dus die gaan, zoals het er nu naar uitziet, geen TBC-screening meer door. Voor de rest... kunnen wij niet zeggen van dat nou de ene groep of de andere groep zwaarder met besmettelijke ziektes binnenkomt. Als het zo is, dan is er een heel adequaat systeem van medische zorg omheen. Medische toegeleiding naar de zorg in de omgeving. En dat wordt opgeroepen. Er zijn mensen van de medische zorg altijd of heel vaak op het centrum aanwezig. En als ze er niet zijn, is er een hele goede toegeleiding naar de medische zorg. Dus wij zeggen niet zo dat bepaalde groepen bepaalde ziektes met zich meebrengen en daardoor afgezonderd wordt. De enige uitzondering daarop is dat er gewoon wettelijke bepalingen zijn over wie je wel en niet TBC moet screenen. Dat is afhankelijk van risicolanden. En hoe zit het met de inentingen? Die kinderen die in Nederland worden geboren bij het consultatiebureau en zo krijgen, krijgen die kinderen of volwassenen dat ook? Die krijgen dezelfde jeugdzorg als mensen in Nederland. Dus die krijgen ook de inentingen aangeboden die jullie ook allemaal krijgen en jullie kinderen ook allemaal krijgen. En volwassenen die dat in het verleden niet hebben gekregen? Die krijgen niet automatisch inentingen. Nee. Dat is heel goed. Nou, die mevrouw, er stond daar net ook een mevrouw in een grijze bronsje heel hard. Dus, oh ja, ik wou zeggen, die stond daar zo fanatiek te zwaaien. Nou, nog die mevrouw. En dan kom ik daarna bij u. Ja, dan kan de volgende microfoon vast daarheen. Ik weet niet waar de microfoon is, maar... Ja. Nou, ik wil de COA de gelegenheid geven om erna te denken... dat ze een steen in de rivier kunnen leggen om het problematiek in de wereld op te lossen. 80% zijn mannen. Dat zijn gezonde mannen, want ik heb ze gezien op de televisie. 20 tot 40 jaar. Laat ze kwetsbare mensen achter. Zieken, ouden, gehandicapten, vrouwen en kinderen. Weet u, de COA screent ze op medisch... En als ze dan ook een akelig verleden hebben... maar dan kunnen er wat doorglippen dat er een koppersneller zit. We hebben die beelden gezien. Koppersnellers, pyromaantjes. Ach, doe maar. Haal hem maar binnen. Ja? Dat is het probleem. Ach, een kleinigheid. We zitten met zoveel hier. Dat hoofd kan er wel hebben. Wat is uw punt? Nou, het punt is gewoon dat wij... niet alleen screenen, maar dat wij die mannen, die gezonde mannen... een verantwoording wijzen van... laat kwetsbare mensen niet achter. Wij maken het probleem groter. Laten wij kinderen, een nieuwe generatie hier naartoe halen... en zorgen dat die hier veilig op kunnen groeien. Dus u zegt juist de mannen die hier zijn zonder hun gezin en zonder hun vrouw... En die zieken, okay. Oude mensen. Er zijn mensen, kinderen, die al 5 jaar geen onderwijs krijgen. Die groeien op zonder onderwijs. Die moeten we helpen. Voor iedere gezonde man tussen de 20 en 40 jaar die hier in Nederland binnen komt, die moet een schop onder de kont krijgen, op een verantwoording worden gewezen. Okay. Terug naar uw land. Dat is helder. Goed. Terug naar uw land. Wat kunt u hierop zeggen? Ja, ik kan hier een paar dingen op zeggen. Op de eerste plaats gaan wij niet over het wereldvluchtelingenprobleem. Wij gaan over de opvang van vluchtelingen die al in het land zijn. Dat is 1. Ik heb een ander beeld op mijn netvlies. En dat is groepen mensen die vluchten en die soms verdrinken in de laatste strohalm om nog iets te bereiken en om uiteindelijk hun familie over te laten komen, omdat het in het land waar ze vandaan komen niet meer veilig is. En dan sturen ze iemand om in ieder geval diegene met de meeste kracht om die onderneming te laten ondernemen. Dus dat beeld heb ik op mijn netvlies. Oké, dat zijn heel duidelijk verschillende beelden en daar gaan wij niet uitkomen. Dus ik ga eventjes door naar de volgende vraag. Dat had ik aan die mevrouw beloofd. En dan kom ik eventjes hier snel tussendoor. Ja. Hallo, ik wil graag weten waarom de alternatieven zoals H2O niet worden onderzocht. Meneer Epe komt met een voorstel, dat wordt dan onderzocht. D66 is vorige week ook met een voorstel gekomen en dat laat u liggen. Waarom doet u dat? Burgemeester, ik denk dat deze voor u is. Of niet? Komt u hier staan. Waarom niet meer alternatieven onderzocht? En ik heb er al verschillende gehoord vandaag. Nou, in elk geval heeft... ik vind sowieso, als COA ons een concreet verzoek doet ten aanzien van de Heidehoek, hebben we dat ook te overwegen. Dat is één. Twee, het bedrijventerrein... Nou, dat is denk ik in deze gemeenschap meer dan voldoende bekend. Dat heeft een hele geschiedenis. Dat kost de gemeenschap... Als ik even mag uitspreken, dat kost de gemeenschap veel geld. En we hebben nu een doorbraak, bereikt met de 3 gemeenten. Waarbij we overeenstemming hebben over het bestemmingsplan, over de ontsluiting op de 28. En we hebben van de provincie toestemming gekregen om landelijke acquisities te plegen. Dus we willen nu full speed aan de slag om daar bedrijven te krijgen. En dat, anders gaat het ons veel te veel kosten. En het is ook belang van de werkgelegenheid. Dus dat moeten we niet meer schaden, dat traject. Maar is het denkbaar dat er nog andere locaties zijn? En waarom kijkt u daar niet nog naar verder? Nou, we hebben een jaar geleden ook met COA om tafel gezeten. Dat was ook naar aanleiding van een concreet verzoek van het COA. En daar hebben wij toen van gezegd, daar willen wij medewerking verlenen. En dat kan tot een maximum van 350. Daar heeft COA toen van gezegd, dat is ons echt te weinig, dus dat kan niet doorgaan. En we hebben ook al nagedacht over andere locaties. Wij weten geen andere locaties te verzinnen. Oké, dus een locatie waar echt 600 mensen het kunnen, zoals een eis is van COA, die kent u niet? Die hebben wij niet in beeld. En ten aanzien van Heidehoek moet ook nog blijken of het inderdaad haalbaar is, 600. Oké, en stel je voor dat iemand hier zegt van nou, ik weet wel een locatie, mag u die aan u doormailen? Ja, dat mag altijd. Zeker. Dat is goed. Ik zie die meneer daar achterin, daar komt een microfoon naartoe. En dan kijk ik eerst even of ik niet daar iemand uit het oog verlies. Ik kom zo. Ja, dus, en dan kom ik daarna naar u. Dan ga ik die meneer, dan u. Oké. Nee, verder naar achteren toe. Die meneer. En het is natuurlijk zo dat we vanavond echt niet iedereen aan het woord zouden kunnen laten, hoe graag we dat ook zouden willen. Dus hou ook de mogelijkheid in de gaten om gewoon uw vraag of opmerking te mailen. Dat kan vanavond nog en dan krijgt u zo snel mogelijk antwoord. We doen ons best, maar goed, meneer. Okay. Ja, dankjewel. Ik woon vlakbij de Heidehoek. Heb in mijn werk ook ervaring met COA's bezocht. En mijn ervaring is dat 600 mensen op elkaar, op zo'n kleine locatie, echt een bron van ellende is. We wonen in een mooie wijk, groen, rust, daarvoor komen ook mensen daar naartoe. En zo'n grote locatie ontwricht echt die buurt. Oké. En wat ik toch... Ik begrijp de doelstelling van vanavond hier. Ik begrijp ook de opzet van de burgemeester en de gemeenteraad. Maar ik wil toch echt met klem verzoeken om de optie van H2O serieus te onderzoeken. En ik begrijp de plannen, samen met de provincie, samen met de landelijke overheid. Maar de aankomende 5 jaar zit H2O niet vol. Sterker nog, dat zal tientallen jaren duren. Er is daar meer dan genoeg ruimte waar mensen 5 jaar, misschien 10 jaar, in goede chalets fatsoenlijk kunnen zitten. En nogmaals, ik begrijp de insteek van het COA. Maar een buurt zoals rondom de Heidehoek ontwrichten in plaats van H2O opbouwen, gaat er bij mij niet in. Gaat bij een heleboel buurtgenoten niet in. En mocht het toch doorgezet worden, ja, dan wordt het ook gewoon wezenlijk een juridische strijd. En dat wil ik toch echt voor waken. Want dat is niet nodig. Oké. H2O ligt. Kom ik toch nog eventjes terug op H2O. Ondanks het feit dat u er al ver bent om daar bedrijven weer te gaan vestigen. Is een pleidooi als dit voor u reden om dat toch nog eens een keertje kritisch onder de loep te nemen? We hebben sowieso antwoord te geven op de vraag van het COA. Dus met dat recht gaan we ook door. En voor de rest is het wel zo, we luisteren vanavond. En donderdagavond hebben we nog een avond. En ik denk dat het goed is dat u ons ook de ruimte geeft om daarna eens na te denken van wat hebben we nou gehoord en wat kunnen we daarmee. Dus ik kan daar nu geen ja of nee op zeggen. Oké, maar het is in ieder geval overgekomen, de boodschap. Uiteraard, ik sta hier te luisteren, niet voor niks. Oké, goed. Daar achterin, die meneer was het, ja. Ik hoor de burgemeester... Even staan, want ik kan u niet zien. Maar dat... Oh, sorry. Ja, dat kon ik ook niet zien. Excuus. Maar het gaat ook niet om dat je me ziet, gaat ook dat je hoort, toch? Of niet? Ja, ik kan u horen. Oké, hoor je me? Ja, ik hoor u. Daar niet voor te luid en clear. Oké. Even een volgende. Ik hoor de burgemeester ook al een aantal keren zeggen van... we gaan met de raad bekijken van als het wel veilig is... en als het wel voldoet aan dit en als het voldoet aan dat... is voor mij niet een echte onderbouwing. Ik ben bang dat straks de richtlijnen om het te voldoen... aan een asielzoekerscentrum aangepast wordt aan wat er mogelijk is. En niet aan hetgeen wat er eigenlijk moet wezen. Want kijk nou eens naar het voorbeeld. Van het weekend kregen we in de krant te lezen... dat er een aantal mensen in Haarlem... even tijdelijk in de gevangenis werden gedrukt. Gelijk commentaar dat het daar niet goed was. Al zou ik vluchteling zijn en ik zou een onderdak krijgen... zou ik al lang blij wezen met alles en nog wat. Maar ik ben straks bang dat de burgemeester en de raad... de richtlijnen aan gaat passen aan hetgeen wat mogelijk is... en niet aan hetgeen wat moet voldoen. Oké. Dat lijkt een beetje op wat u ook zei, hè? Van ja, hoe zit dat nou met dat onderzoek? Hoe kunnen mensen nou nagaan zometeen of er ook echt aan wordt voldaan... of dat u toch het iets oprekt? Ik snap op zich wel dat het een beetje verwarrend is... wat er nu allemaal op televisie ook naar voren komt. Want inderdaad, vooral bij de noodopvang komt het voor dat inderdaad gemeenten gewoon voor het blok worden gezet... omdat het niet anders kan. Dan moet er iets gebeuren. Maar we hebben het hier nu niet over een noodopvang. We hebben het hier nu over een AZC... wat dus een duur heeft van minimaal 5 jaar. En dan is het ook echt aan de gemeente... en het gemeentebestuur met de gemeenteraad... om te bepalen welke voorwaarden... daarvoor gesteld mogen worden en niet van bovenaf opgelegd. Dus ik verzeker u dat wij onze eigen voorwaarden formuleren. Die heb ik u al verteld en daar houden we aan vast. En is het ook zo dat die voorwaarden nu bijvoorbeeld ergens staan... zodat mensen achteraf dan ook kunnen zien van... hey, is er ook echt overal aan vandaan of is er toch wat water bij de wijn gedaan? Ja, zo zwart-wit zijn die niet geformuleerd. We hebben het over veiligheid. Ja, zie, daar ga je alleen. Nee. Nee, maar 6 ja, nou goed. We hebben het over veiligheid. En we willen ook samen met de buurt daarover spreken... wanneer is er dan voldoende veiligheid gewaarborgd. Dus dit is een kwestie van invulling door onszelf. En een afweging, we horen ook u. En we hebben onze eigen afweging te maken of het wel of niet afdoende vinden en verantwoord vinden. En die afweging ligt bij het gemeentebestuur en bij de gemeenteraad... nadat we alles doorlopen hebben en op een rij hebben gezet. Dus er staat ook... Maar het is niet zo dat u, zeg maar, nadat u dit allemaal gehoord heeft... zegt van nou, volgende week gaan wij echt eventjes zwart op wit onze voorwaarden formuleren... en dan gaan we kijken of het er ook echt aan vandaan wordt. Die staan niet ergens na te lezen of zo. Nee, omdat, ja kijk, laat ik het even zo zeggen, want hier krijg je heel gauw een misstand over en dan wordt er gelachen en ik gun u uw plezier, daar gaat het niet om. Maar daar schieten we niet veel meer op qua duidelijkheid. Wij hebben bijvoorbeeld gezegd, die huisvesting moet verantwoord zijn. Dus is een vraag, 600, dat is de wens van COA, kan dat überhaupt ja of nee? Dus dat moet uitgezocht worden. Kunnen er genoeg huisgeplaatst worden, past het er allemaal in. De begeleiding, de bewaking, dat zal COA ons moeten duiden. Wat houdt dat in? Wat is het wel, wat is het niet? De beveiliging naar de omgeving toe. Het moet allemaal helder worden of dat voldoende is. En dat zal in de loop van de tijd duidelijk worden of het haalbaar gaat worden, ja of nee. Als we er uiteindelijk een goed gevoel bij hebben, zullen we een voorstel aan de raad voorleggen. Is het gevoel onvoldoende goed, dan gaan we dat voorstel ook niet voorleggen. Oké. Dus het is niet zo dat dat een afstreeplijstje is. Het gaat echt over de resultaten de komende tijd. Goed. Die meneer die had net al aangekondigd dat hij een aantal vragen had. Meerdere vragen, mag dat? Nou, doe er een paar, maar allemaal, dat lijkt me wat te veel. Want er zijn een heleboel mensen, maar begin eens. U hebt net aangegeven, u gaat opnieuw bestuderen of H2O een optie is. Komt daar openbaarheid over, hoe of dat onderzoek verloopt? Ja. Zo duidelijk heb ik dat nog niet toegezegd. Ik heb gezegd dat wij luisteren naar vanavond en wat er donderdagavond wordt gezegd. En het... Nee, ik wees naar die meisjes daarachter met de microfoon. Nee, blijf even daar staan, er komt iemand naar je toe. En we gaan er ook niet alleen over, dat zou ook samen met Hatem en Heer... en daar ben ik ook wat voorzichtig met de toezegging. We hebben daar ook samen met Hatem en Heer dan over te spreken. Ik heb u alleen toegezegd dat we wat vanavond aan suggesties horen... dat we dat ook meewegen in het vervolg. Maar gaat u ook, zeg maar, daar nog wel iets over terugkoppelen... ook als u het niet gaat doen, waarom niet? En als u het wel gaat doen, hoe u dat gaat doen? Ik denk dat het goed is. We hebben in gedachten dat we 6 tot 8 weken nodig hebben om tot de eindconclusie te komen. Als er in die tussentijd, zeg maar, wendingen zijn, dat de andere kant op gaan... dan lijkt me ook logisch dat we dat ook communiceren. Maar ook over dat H2O-terrein bijvoorbeeld? Als concreet tot de conclusie komen we samen met Hattemeer dat het een te onderzoeken optie is... dan gaan we dat ook communiceren. Goed, volgende vraag. Ik spreek namens de bewoners die hier uitgenodigd zijn. Ik weet niet of iedereen die hier vanavond is ook een uitnodiging gehad heeft. Maar het dat hebben we niet gecontroleerd bij de ingang. Nee. Volgens mij zijn er iets meer. Mijn vraag is, als dat AZC daar gevestigd wordt, worden de mensen bij binnenkomst en als ze weggaan gecontroleerd op wat ze bij zich hebben? Je bedoelt gewoon als ze een boodschap gaan doen? Ja, of, ja. Is het toen weg? Nee, de locatie is een open locatie waar mensen in en uit kunnen lopen. Okay. Dus als ze kwaad willen, kunnen ze rustig hun gang gaan. Ik hoor heel veel gemor. Ik kom zo even bij u. Iedereen kan in en uit lopen en ja, met wat voor idee dan ook, maar het is, het is geen gesloten inrichting. Okay. Nog één vraag? Ja? Kunt u zich voorstellen dat u ons nu helemaal geruststelt? Nou, u bent niet gerust, begrijp ik. Oké. Misschien als er zo meteen nog gelegenheid komt, kom ik eens nog even bij u terug, maar ik hoor hier ook heel veel gemor. Was dat vanuit deze hoek of niet? Ja. We zitten nu vanaf 7:30 hier. Ik ben ook een buurtbewoner. En we zitten allemaal te discussiëren over AZC. De ene heeft de vraag wat niet klopt, wat wel klopt. De COA is een instantie die op zoek is om plek en ruimte te creëren voor vluchtelingen. Maar in zoverre met gedachtenwisseling, wat ik persoonlijk nu in dit uur heb gehoord. Verschillende verhalen van links naar rechts. Maar daar zijn we er niet mee. We zijn er mee dat we mensen op kunnen vangen. En belangrijk is ook dat de burger van Wezep, van de gemeente Oldebroek, allemaal weten als ze wel of niet dat willen, ja of de nee. 600 mensen, ik ken de eigenaar, is ook al bezig in Zeewolde. Daar moeten we eigenlijk zand over gooien, want dat is een man die jaagt op geld. Euro's, euro's. En nog eens euro's. Daar moeten we ons niet zo druk over maken. We moeten ons druk over maken als het mogelijk is dat we vluchtelingen kwijt kunnen, maar wel op een verantwoorde manier. En wat vindt u daarvan? Mijn mening is 600 op een Heidehoek. We zijn er eigenlijk geboren. We hebben daar wormen gezocht om te vissen. Om het maar even cruw te zeggen. Maar dat is veel te veel. De COA wil... Dat heeft financieel natuurlijk het voordeel. Dat kan ik me voorstellen. Maar je moet dan ook luisteren naar de burger. Dat betekent dus dat hij dan... Want wij doen het voor de vluchtelingen. Al zijn het er maar 200. Maar we hebben die mensen gered, die 200. En daar gaat het vanavond om. Zo zie ik dat. Oké. Dan kom ik... Toch weer even bij u terecht. De meneer zegt eigenlijk van uw bedrijfsvoering, dat snappen we wel, maar je kunt er beter 200 helpen dan geen. Ook even los van uw bedrijfsvoering. Ik vind het in ieder geval heel fijn om te horen dat u zegt van wij willen ze wel ontvangen. Kijk naar de aantallen. Zoals ik in het begin al zei, van wij hebben niet tot het einde beschikking over geld of over middelen. Wij moeten met de middelen die we krijgen van de overheid, ook waar we met z'n allen voor verantwoordelijk zijn, moeten we een centrum runnen. En dat kan niet bij een centrum van 200. Dan moeten we een bepaald minimum aantal hebben. Dat wij in de omgeving altijd kijken van, voldoet het aan de voorwaarden? Kunnen we voldoende ruimte scheppen in de omgeving? Kunnen we het leefbaar maken? Dat is een van die zaken die we onderzoeken in dat onderzoek. Als daaruit komt dat we het alleen maar leefbaar kunnen maken voor 300, dan wordt het een hele lastige zaak. Zegt u daarmee ook dat het eigenlijk gewoon ook een landelijk politieke keuze is hoeveel geld hierheen gaat en hoeveel niet? Dat er dus niet mogelijk is om er 200 op te vangen, dat dat wel met 600 kan? Dat kan niet in alle omstandigheden. Want kijk, als wij op zo'n locatie wat langer willen blijven, dan willen we investeren in zo'n locatie. En om te kunnen investeren moet je toch op een aantal jaren, moet je er met een behoorlijke hoeveelheid kunnen blijven. En we moeten verantwoording afleggen dat we op een goede manier met die middelen omgaan. Dus daar zitten grenzen aan. Goed, maar u verwoordde blijkbaar iets wat bij meer mensen speelt. Ja, ik kom... Ik ben ook direct omwonende van Heidehoek. En ik vraag me af, als heel Wezep gewoon nee zegt, wat gebeurt er dan? Ja. Stel dat dit de verwoording is van een groot deel van de bevolking, wat doet u dan? Nou, ik volg ook Facebook, zoals meerdere van u wellicht zullen weten. En daaruit weet ik gewoon dat er niet alleen maar mensen tegenstanders zijn, maar ook voorstanders zijn. Natuurlijk is het draagvlak is een belangrijk criterium. Daar zal de Raad ook naar kijken. Maar het is een zaak waar meerdere aspecten aan zitten. Ik heb ook op de notie genoemd de verantwoordelijkheid voor mensen in nood. En het is straks aan de gemeenteraad als democratisch gekozen orgaan, die volksvertegenwoordiging is, om daar dan een besluit in te nemen. Precies, en daar zijn ze zich bewust en daar zullen ze ook in meewegen hoeveel mensen er voor en hoeveel mensen er tegen zijn. Laten we dan even, want hoeveel, dat weet je natuurlijk niet precies, want er is geen referendum gehouden. Maar laten we even uitgaan van, stel dat wat we horen en zien massief tegenblijft. Je weet nooit of dat iedereen is. Het zou kunnen gebeuren dat het geluid blijft, we willen het liever niet, en dat er toch wordt besloten, we doen het wel. Nou, kijk, ja, ik stel het maar even zwart-wit hoor, maar dat is toch mogelijk? Theoretisch. Kijk, ik ga niet op de stoel van de gemeenteraad zitten. De raad is volksvertegenwoordiging. Ik gaf ook al aan, er zijn ook echt veel mensen die hier voorstander van zijn. Maar we hebben er ook allemaal geen getallen van. Hoe meer verzet er is en hoe minder draagvlak er is, en zeker in die directe woonomgeving, hoe een grote vraagteken erbij komt te staan of de gemeenteraad hiermee in zal stemmen. Waar ik op zich wel benieuwd naar ben, ja, ik kom zo meteen weer bij, waar ik op zich wel benieuwd naar ben of er mensen zijn die zeggen, nou ik wil eigenlijk, we hebben vooral nu problemen en bezwaar gehoord, ik wil een ander geluid laten horen. Is dat vergt moed van mensen, moet ik u eerlijk zeggen. Ik kom zo bij u, ga ik eerst naar u. Ik wil de gemeente bedanken voor het feit dat ze dit überhaupt organiseren. Ik hoor een heleboel mensen die bezwaar maken. Ik heb veel minder bezwaar. Ik ben ook een omwonende van de Heidehoek. Maar ik vind het juist heel goed dat we een avond als deze hebben om wat meer meningen naar voren te krijgen. Maar ik ben in principe voorstander van een asielzoekerscentrum. Juist ook omdat deze meneer zei, iedere mens die we kunnen helpen op deze manier, kunnen we helpen hoor. Je kunt je inderdaad afvragen of 600 dan een goed aantal is. Maar goed, daar zit natuurlijk ook vooral een politiek en financieel aspect achter. Maar ik durf best ervoor uit te komen dat ik voorstander ben van een asielzoekerscentrum hier. Juist om mensen die in nood zijn ook te kunnen helpen. En dan denk ik, in Nederland hebben we het over het algemeen, ik zeg niet voor iedereen, maar over het algemeen best goed. En daar kunnen wij ons steentje aan bijdragen. Dank u wel. En hier zat ook nog een meneer die het wilde. Die meneer, ja, kun je even naar die meneer? Ja, waar ik me zorgen over maak is de veiligheid van de buurt. Daar hebben we geen goed en weldoordacht antwoord op gekregen. Een algemeen geluid, maar het is blijkbaar niet meer ingenomen in de planvorming. Oké, dus u vindt het onvoldoende duidelijk hoe uw veiligheid wordt gewaarborgd? Begrijp ik dat goed? Ja? Oké, dan toch nog eventjes naar de burgemeester. Nou, nogmaals, dat is ook een van de punten die wij met het COA bespreken. COA moet zelf vooral ook de bewaking op het park goed organiseren. Maar het gaat nu juist om de veiligheid van deze mensen. Als zij zich onveilig voelen. Klopt. Maar op het moment dat het op het park goed georganiseerd is, loop je ook minder risico met wat er buiten gebeurt. Ja, ik zeg wat ik zeg. Ik heb er met de politie ook over gesproken. De politie heeft in de landen ook vele ervaringen met andere AZC's. En overigens heel veel ervaringen dat het weinig of geen problemen geeft. Maar ik heb al gezegd, ik wil niet naïef zijn. Ik wil er met de politie ook over doorspreken. Ik wil ook dat als het er komt, dat er met de omwonenden ook contact blijft om met de omwonenden een beeld te hebben van hoe ontwikkelt zich daar. En dat de politie daar, die toezeggingen heb ik ook van de politie. Als het nodig is, wordt er ook meer politiecapaciteit op ingezet. Ja, dus bedenk dat u het extra scherp in de gaten gaat houden. Er komt zo'n klankbordgroep enzovoort. Maar het is dus blijkbaar een onderwerp dat breed leeft. Of een zorg die breed leeft. Daar kom ik eventjes niet op. Nou, ik wil wel even zeggen, wij wonen precies op de hoek Engelandsweg, Heidehoeksweg. Dus er moet altijd 600 man langs ons huis. Ik heb al verschillende keren gehad dat ik met mijn paard naar de manege liep. Dat is 250 meter. Ik werd bijna aangereden, bel ik de politie. De politie zegt, zet het op de mail. Dan ben je al te laat. Wat krijgen we als we groepsvorming krijgen van die mannen? Hoe kan ik dan veilig over praten, nog niet te praten over de rest van de mensen hier? Kunt u mij die garantie bieden? Goed, dit is nog een verwoording van deze zorg. Kunt u daar ook nog iets op reageren? Nu eerst eventjes het antwoord van de burgemeester. Met wie kan zij dan contact opnemen als ze nu zegt, ze hoort van zet maar op de mail. Dan schiet het niet op. Ja, nee, dat klopt. Nogmaals, we zijn hier ook vooral om te luisteren wat uw zorgen zijn. Daarom moeten we er ook over doorspreken met de politie van hoe kan dat georganiseerd worden. Ook qua melding in de richting van bijvoorbeeld de wijkagent. We hebben ook een wijkagent bijgekregen. Maar het moet wel... Kijk, ik heb al aangegeven, de politie heeft mij verzekerd dat er ook AZC's zijn in de landen waar het amper... Ja, oké. Nou, laten we dit beschouwen als steunbetuiging aan de wijkagent. De politie heeft u aangegeven, ja? Dat er ook AZC's zijn in de landen waar het weinig of geen problemen heeft. Even deze meneer nu laten uitspreken. Nou ja, goed, als u geen antwoord wilt hebben, dan geef ik hem ook niet. Ik wil antwoord hebben, dus gaat u door. Ik kan er ook niet meer van maken dan ik ervan maken kan. Ik heb gezegd dat ik naar u luister en dat ik uw zorgpunt ook meeneem. En dat ik daarover in gesprek ben ook met het COA en de politie van hoe we dat dan kunnen organiseren. En dan wil ik daarna voor mezelf een conclusie trekken of ik dat verantwoord vind, ja of nee. En als ik dat vind, dan sta ik daarvoor. Oké, maar het betekent wel dat die mensen hun zorg aan u heel duidelijk hebben gemaakt vanavond. Ja, maar dat wil ik ook graag dat ze dat doen. Alleen als ik dan een reactie op geef, dan... Nee, maar ze hebben het gedaan. Het is tot u doorgedrongen, of niet? Ja, absoluut, zeker wel. Nee, dan, waarvan akte. Nou, nog heel even hierop dan. En dan gaan we even door naar andere onderwerpen. Als we met elkaar hier zo zitten en ik hoor de burgemeester praten... dan zou hij dat nu al kunnen zeggen of hij daar een goed gevoel bij heeft, ja of nee. Als ik even optel het aantal asielzoekerscentra wat er al staat in Nederland... daar zijn statistieken van. Er zijn statistieken van hoe goed de politie acteert op basis van dat soort situaties. Er zijn statistieken van zeg maar, hoe de gemeenschap dat beleeft... op basis misschien wel van de lokale bevolking zoals we die hier hebben met elkaar. Dus hij kan er al een klip-en-klaar antwoord op geven. Alleen niet. Klip-en-klaar kan niet, denk ik, want het is duidelijk dat het onderzoek niet is afgerond. Maar u zegt, ga vast even kijken naar de gegevens. Heeft u daar al naar gekeken en heeft u er nu al een idee over... dat gaat lukken of dat gaat niet lukken? Ik heb het duidelijk... kunnen constateren nu dat de politie blijkbaar over andere statistieken beschikt dan u. En ja, dat spijt het, maar wij moeten echt de juiste cijfers op tafel hebben en daar moeten we een conclusie op trekken. Oké, goed. Ander onderwerp, wie heeft iets over anders dan de veiligheid? Ja, maar u bent er al geweest, op die manier dan, ja? De gemeente Oldebroek praat al jaren over illegale bewoning op Heidehoek. Hoe kan het dan dat AC in dit geval wel bewoonbaar mag maken? Hoe kan het dat dat illegaal is en dan nu een AZC legaal zou zijn? Dat heeft ongetwijfeld met de bestemmingsplanprocedures te maken. Burgemeester. Nou, het kon allebei niet. En we hebben, de gemeenteraad, dat heb ik u verteld, heeft een beleidsnota opgesteld over arbeidsmigranten, huisvesting. En op basis daarvan had de heer Epe een verzoek ingediend tot legalisering in het bestemmingsplan. En daar had het college inmiddels een besluit overgenomen om dat te honoreren, om dat te gaan legaliseren. Alleen nu het COA het verzoek doet om hier vluchtelingen te huisvesten... hebben we gezegd dat gaan we onderzoeken. En ik heb u net geschetst dat daar vanuit de wet ruimtelijke ordening... een mogelijkheid is om daar een tijdelijke afwijking voor toe te staan. Het gaat in de eerste plaats om wat wil je met elkaar... en in de tweede plaats hoe maak je dit dan legaal mogelijk. Maar eventjes recapituleren betekent dat het inderdaad illegaal was... en legaal gemaakt zou worden... En voor het asielzoekerscentrum geldt, daar wordt ook het bestemmingsplan voor aangepast... waardoor het ook gewoon legaal zou zijn. Er wordt een tijdelijke afwijking toegestaan waardoor het legaal is. Dat is de juridisch juiste term, ja, oké. Ik kijk even, ik ga eens inventariseren hoeveel verschillende onderwerpen er nog zijn. Die mevrouw wordt zo ook gehonoreerd door de hele avond om de hand omhoog. Begin ik eerst even bij u. Ja, ik wou eens even van de meneer van de COA horen van... Hebben jullie daar überhaupt criteria voor? Voor de Heidehoek, jullie hebben veel meer van die centra's. Zijn de criteria's hoeveel mensen af daar überhaupt kwijt kunnen? Want het wordt Heidehoek, iedereen zegt het is gewoon veel te klein voor 600 mensen. Hebben jullie daar criteria voor? Ja, u had het net zo over vierkante meters of wat dan ook. Hoe zit dat? Dat is maar één criterium van allemaal. Elk centrum, we noemen dat het programma van eisen, waar een centrum aan moet voldaan. En dat slaat op van hoeveel vierkante meter per bewoner er is, maar ook van hoeveel ontspanningsruimte, kookruimte, keukens, doucheruimte, maar ook omgevingsruimte er moet zijn. Dus wij zijn ook heel erg benieuwd van hoe wij die 600 bewoners daar een vorm kunnen geven. Dat zal onderdeel van het onderzoek zijn. Maar dat betekent dat u zelf ook nog niet al eerst heeft onderzocht of die 600 daar ook passen binnen uw programma van eisen. U mag van mij aannemen dat wij, en het werd al af en toe genoemd, van zoveel locaties in het land hebben dat wij op basis van oppervlakte toch al vaak een redelijke schatting kunnen maken op wat er mogelijk is. Dat is nog wat anders dan wat er nu mogelijk is met de huisjes die er staan. Dat zou ook nog beschouwd moeten worden. Wij willen zo snel mogelijk naar een volledig aantal als we de toestemming krijgen en als we de mogelijkheid krijgen om er te komen. Maar willen we daar voor langere tijd blijven, dan willen we daar aanpassingen gaan verrichten, waardoor dat mogelijk moeten zijn. En bij zo'n terrein, het is een flink terrein, daar kunnen wij op voorhand inschatten dat dat wel op een fatsoenlijke manier zou moeten kunnen. Met extra en nieuwe en andere huisjes. Oké. Goed, helder. Die meneer nog. En dan kom ik ook bij u. Dan kan misschien vast de volgende microfoon naar die mevrouw toe. Ja. Er is een inventarisatie geweest, zoals u zegt. Is er op dit moment bekend hoeveel plaatsen qua afmeting enzovoort er nu geplaatst zouden kunnen worden? En wat voor ruimte er dan eventueel aangevuld zou moeten worden met nieuwbouw of andere dingen? Want als u dat binnen 6 weken wil realiseren, dan zal dat waarschijnlijk nooit lukken. Zegt, wat zou er nodig zijn, zo op het eerste gezicht wat u gezien heeft, om aan te passen zodat het voor 600 mensen kan? En de meneer heeft over 6 weken verhuizen, maar wanneer zou u dan dat in gebruik willen gaan nemen? Nou, mochten wij de toestemming krijgen en mochten we eruit komen, dan willen wij direct nadat we dat rond hebben inhuizen met zo maximaal mogelijk aantal. We hebben verschillende mogelijkheden om, als we in de bestaande voorzieningen niet terecht kunnen, met tijdelijke voorzieningen terecht te kunnen, om zo uiteindelijk naar een definitievere invulling te komen. En dat kan van alles betekenen, dat weten we nog niet, dat moeten we onderzoeken. Maar we willen daar in ieder geval zo snel mogelijk, met een zo volledig mogelijk aantal terecht kunnen. En dat is ook door de noodzaak gedreven. We hebben niet de tijd om lang te wachten met lagere aantal. Maar dat betekent dat u eerst de bestaande huisjes gaat bezetten en vullen en pas daarna dingen gaat aanpassen of bijplaatsen? Bestaande huisjes eventueel bijplaatsen van tijdelijke voorzieningen, om vervolgens tot een mogelijkheid te komen zodat we er ook echt 5 jaar fatsoenlijk kunnen blijven. En wanneer zou u daar dan naartoe verhuizen en wanneer zou u op de top zitten, zeg maar, van 600 bewoners? Als wij bij wijze van spreken morgen erin zouden mogen, zouden we overmorgen tot de 600 willen zitten. Maar dat gaat niet lukken, zegt u net, want u heeft niet voldoende huisjes daar. Nee, maar op het moment dat wij erin mogen, kunnen wij heel snel tijdelijke voorzieningen bijplaatsen. Oké, dus dan is dat een kwestie van weken of dagen? Ja. Weken, oké. Ja, ja. Ik kom nog heel eventjes terug bij u. Een vervolgvraag erop. De burgemeester had het over, er werd onder andere gesteld om bepaalde normen er neer te leggen. En die ontwijkt u een beetje, want die zullen er ongetwijfeld moeten zijn, als het goed is, om het te toetsen. En u staat er niet open voor, maar eigenlijk zou, als je een plan hebt, dan moet het goed dan moet je een stappenplan maken om ergens te komen. En dat mis ik helemaal, want u geeft geen stappenplan aan van dit moet dan klaar zijn, dan daar klaar zijn. En zoveel moet er gedaan worden. Want dan kan de burger, zoals wij hier zitten, ook controleren of ook alles gebeurt. En nog één kleine aanvulling. Ik denk dat de gemiddelde mensen die hier zitten zeker openstaan voor vluchtelingen. Maar het aantal, dat is belachelijk. En de plek. Goed. Komen toch weer, dat is blijkbaar dus ook iets wat breed leeft, toch weer eventjes op de voorwaarden. En u zegt dat het aan voorwaarden moet worden voldaan. Maar hoe kunnen deze mensen nu zien of het er ook echt aan voldoet en welk stappenplan u daarvoor doorneemt? Nou, je snapt de vraag. U wilt kunnen volgen wat er gebeurt. En, en ook kunnen controleren. Dat is normaal, alleen het is ook iets wat niet dagelijks voorkomt. Dus wij zoeken nu naar de punten waar we een punt van moeten maken. Nou, dan gaat het over verantwoord huisvesten. Dus op het terrein zelf, dat moet duidelijk zijn. Het gaat over de bewaking op het park zelf. Het gaat over de onderwijsvoorziening, het gaat over de begeleiding. Het gaat over de veiligheid. Dat zijn allemaal punten die wij ingevuld willen hebben. Daar zijn we ook zoekende naar van wat zijn dan punten waar je op moet letten. En daar wil ik graag met de buurt over praten. Als het gaat om het aantal, voelen wij ook best wel met u mee dat 600 veel is. En daar hebben we ook met COA over gesproken. Maar dan lopen wij aan tegen de commerciële belangen. Nee, dat moet even. De bedrijfsvoering. Het gaat om de bedrijfsvoering van de COA. Nee, laat ik één ding heel duidelijk maken. Het belang van de eigenaar, dat interesseert ons geen bied. Nee, nu even de burgemeester. Dat interesseert ons niet. Het gaat om dat het COA ons ermee confronteert dat ze slechts dan een volwaardige begeleiding en bewaking kunnen organiseren als het een ondergrens heeft van 600. Dat is, en dan moeten wij beoordelen, is het dan verantwoordelijk om het op die locatie op die wijze te organiseren? Is het een mogelijkheid dat, zeg maar, naar aanleiding van deze avond en er volgt nog een avond, en als het zo druk blijft dan volgt volgende week eventueel nog een avond, dat een van de uitkomsten daarvan is dat u dat zeg maar als college nog iets nader gaat formuleren, zodat deze mensen ook dat gewoon kunnen zien van, u heeft het over voorwaarden op verschillende gebieden, maar welke voorwaarden dan? En wat wilt u dan precies geregeld hebben? Is dat een mogelijkheid? We staan ook nog helemaal aan het begin van het proces, dus dat gaan we de komende week ook meer inzichtelijk maken. Dus ik zeg u ook toe dat we dat dan ook wel zullen gaan communiceren wat we daar aan het doen zijn. Nogmaals, we zijn hier niet voor niks. We hebben een positieve intentie vanwege de notie om vluchtelingen te helpen. Dat heeft u net ook genoemd. Maar het moet wel verantwoord kunnen. Ik kan het niet voldoende herhalen. Dat vindt het gemeentebestuur zeker ook. Het moet verantwoord kunnen. En daar zijn we naar op zoek. Wanneer vinden we het verantwoord? En daarom nemen we ook de tijd van 6 tot 8 weken. Overigens willen we ook niet voor niks dan de gemeenteraad ook in positie brengen. We vinden dat de gemeenteraad ook over een uitspraak moet doen. En dan hebben we nog de procedure om het qua bestemmingsplan acceptabel te maken. Dus we nemen daar ook wat de tijd voor en we zullen u inzichtelijk maken, ook in huis naar huis, wat de vervolgstappen zijn. Goed, ik ga eens even kijken. Wie nog meer? Want ik had u gezien en u gezien. Oh, daar is ook nog verschillende mensen. Misschien kan daar vast een microfoon naartoe. Dan kom ik eerst bij u. Hallo. En dan komt de andere microfoon komt naar u toe. Ik begin bij u en dan komt u aan de beurt. Ik hoorde meneer van de COA zeggen dat het... Even stilte graag, want dan kunnen we deze mevrouw ook horen. Ik hoorde meneer van de COA zeggen dat het geschikt is voor 600 bewoners. Ik hoorde de burgemeester zeggen, de school. Maar de omgeving, de entourage, de wegen er naartoe, zijn die geschikt? Ik begrijp uit uw vraag dat u vindt van niet? Nee, zeker niet. Er is geen eens een loop, zijn geen looppaden. De mensen moeten op de weg gaan lopen. Wordt ook de infrastructuur verder aangepast aan 600 extra bewoners? Bij de wethouder zijn of... Nou, ik denk dat het een hele terechte vraag is die die mevrouw stelt. En dat is ook één van de dingen die wij meenemen in het onderzoek. Want je gaat kijken hoeveel meer bewegingen komen daar. Hè? Hoeveel mensen gaan er daar lopen, fietsen, wellicht met de auto. Ja, en dan gaat onze afdeling kijken van... Hey, hoeveel bewegingen, kunnen ons wegen dat aan? Nou, is dat nee? Dan is dat nee. Is dus onderdeel van het onderzoek. Maar dat betekent dus dat dit punt bij deze een van die voorwaarden is... Ja, waar we het over hadden. Dat is één van de dingen die we zeker meenemen. Ik hecht er nog wel even aan om ook te zeggen dat we vanavond eventjes nog stilte graag. Dat we vanavond meeschrijven en dat alle vragen die u vanavond stelt, dat we die gewoon echt meenemen en kijken van hé, wat voor adequaat antwoord kunnen we hierop geven. Goed, dat is helder. Ik had die meneer nog toegezegd en dan komen we uw kant op. Ik heel even erbij. Wie neemt verantwoordelijkheid als straks buiten het terrein misloopt? En hoe bedoelt u misloopt? Dat die mensen zich misdragen. Kom ik hier bij het COA terecht of niet? Oh, openbaar worden. Oké, goed. Nee, als het zich afspeelt buiten het park, dan ben ik daarvoor verantwoordelijk. Dat is heel duidelijk. Net zoals dat is als een van deze mensen zich misdraagt? Absoluut, dat is geen verschil. Dat heb ik destijds ook gezegd met de Joodse gemeenschap aan de Bovendwasweg. Dat het niet weggestuurd werd omdat het Joden waren, maar omdat het niet verantwoord was. Het was met 300 Nederlanders net zo goed gebeurd. Ik maak er geen onderscheid. Ik ben daar verantwoordelijk, ik weet me daar verantwoordelijk voor. En daarom kan ik u ook verzekeren dat ik het punt van de veiligheid, wat uw zorg is, ook mijn zorg is. En dat ik daar echt niet lichtvoetig mee omga. Oké. Die meneer, was er inmiddels een microfoon? Ja. Ja. Ik kom zo bij u. Ja. Eerst die. Ik kan er maar echt maar één tegelijk. Jawel. Ik heb nog een hele andere vraag. Met name de begeleiding in de toekomst. Nou, ten eerste, ik ben ook omwonende en ik sta er positief tegenover. Wat mij betreft komen de asielzoekers daar. En ik ga er... vanuit dat er in de toekomst ook begeleiding nodig is en contacten met de bevolking. En ik ben ook lid van een kerk hier, net zoals heel veel mensen in Wezep, gemeente Oldebroek. En ik vraag me af van wat zouden wij als gemeenteleden van kerken, gemeenteleden van de gemeente Oldebroek kunnen doen om die mensen verder te begeleiden? Oké. Nou, dat lijkt me ook aan. Wat kunnen mensen die willen helpen doen? In ieder geval al voorhand dank voor het aanbod, want dat mag niet... Graag even stilte nog. Dat mag niet duidelijk genoeg zijn, of dat kan niet duidelijk genoeg zijn, dat wij een locatie in een omgeving hebben, dankzij mijn medewerking van de omgeving. We hebben de omgeving nodig daarbij. Op een locatie waar we zitten, van deze omvang, zijn meestal zo'n 50 tot 60 vrijwilligers aan de slag. Uit de omgeving. En dat kunnen allerlei werkzaamheden zijn. Dat kunnen activiteiten voor bewoners zijn. Dat kunnen taallessen zijn voor bewoners. Of dat mensen opgehaald worden of samen op stap of wat dan ook. Dat gebeurt allemaal. In ieder geval een begeleiding ook in de omgeving. Om die mensen die er wonen ook de weg te laten vinden in de omgeving. En daar maken wij over het algemeen, en we hebben echt heel erg veel voorbeelden. Eigenlijk van de 70 locaties die we hebben, hebben we 70 goede voorbeelden, waarin we met de vrijwilligers in de omgeving dankbaar gebruik maken om dat centrum te runnen. Sterker nog, op het moment, want we hebben nu een zaal met heel veel vragen en onrust, dat snap ik. Maar we hebben vaak net zoveel onrust als we weer weggaan. Omdat dan een locatie zo ingebed is in de omgeving, dat mensen het ook als een verlies voelen als we weer weggaan. Nou, nog heel even, ik heb nog een vervolgvraag. Blijkbaar wordt dit niet helemaal geloofd, maar ik wil nog graag weten, stel je voor dat er mensen zijn die zich heel graag melden, wat dus inderdaad mensen graag willen. Kunnen ze dat bij u terecht? Moeten ze daarmee wachten of kunnen ze dat bij de gemeente doen? Het verstandigste is om even af te wachten wat het onderzoek brengt en wat het vervolg van het traject brengt. Want we hebben ook gezegd van, er is nu geen besluit van dat wij komen. Er moet eerst het traject voor gevolgd worden. Op het moment dat het traject gevolgd wordt, gaat er in een vroeg stadium, nog voordat er een locatie is of nog lang voordat het open is, begint er al contact met de omgeving gezocht worden. Met die klankbordgroep of met die omgevingsgroep. Er zit iedereen in. Ook daar zijn dan al namen bekend van de mensen die op die locatie aan het werk gaan en die daar gaan begeleiden. Dat is het moment dat dan ook vrijwilligers aangemeld kunnen worden. Ja? Goed, dank u wel. Daarachter, ik ben mijn andere microfoon kwijt. Nee, waar is mijn andere microfoon? Oh, die staat daar al. Oké, ja, ga je gang. We hebben het de hele avond al over praktische zaken en over veiligheid en alle invullingen al van het centrum. Maar volgens mij ligt er een veel makkelijker vraag onder. En dat is de draagvlak. En volgens mij moeten we dat eerst eens gaan controleren. Dus ga stemmen, ja of nee. Heel simpel. En dan kunnen we kijken of we het verder in moeten gaan vullen. En niet lopen we er al op vooruit. Waarom bijvoorbeeld een referendum. We gaan niet hier stemmen. Dat kan ik u melden, dat gaan we hier niet doen. Want daar is deze avond niet voor bedoeld. Maar dat zou bijvoorbeeld een referendum of zo zijn. Ik snap dat je hier niet hoeft te stemmen. Maar als je hier de algemene sfeer al proeft. Dat is ook een afgevaardigde van de gemeente. Hè? Want de gemeente gaat positief adviseren. Dat is helder. Ja. Maar goed. Iets van een stemming of... Theoretisch is dat mogelijk, maar dat is, kijk, deze sessies zijn er ook niet voor niks donderdagavond ook. Omdat we ook willen peilen, hoe ligt het in de samenleving. En er zijn ook gemeenteraadsleden, die zijn ook, heb ik ook gezien, die horen dit ook allemaal. Wij vinden aan de andere kant dat dit een te complex en ingewikkeld vraagstuk is, die niet geschikt is voor een referendum. Dus dat daar ook de gemeenteraad zijn eigen... Waarom is dat niet geschikt? Want dan zegt u daarmee van, dat snappen deze mensen niet? Nee, omdat je meer als gemeentebestuur meerdere verantwoordelijkheden hebt wat je moet afwegen. Even graag het antwoord afwachten. En het draagvlak in de samenleving is zeker een aspect wat erin meegewogen wordt. Goed, dat is dan. Maar hoe gaat u dat meten? Dat u zegt, daarvoor hebben wij de gemeenteraad. Die is gekozen door deze mensen. Oké. Die mevrouw in de groene jas. Ja? Lekker makkelijk. Nou, ze hebben het er steeds over dat het allemaal zo goed gaat met die kampen. Ik weet niet of ze het allemaal nog weten dat er zo'n vluchtelingenkamp in Wapenveld was. Nou, zo mooi was dat daar niet hoor. Hoe gaan ze dat doen als ze naar de winkel gaan en dat de winkeliers daar heel veel last van hebben? Mensen die daar de last van hebben, gaan wij daar volgend jaar allemaal meer belasting betalen? Maar heeft u het dan over veiligheid of over iets anders? Over veiligheid, diefstallen, dat er te veel gelijk naar binnen komen. Alles is daar aanwezig geweest. Er kwam heel veel in Wapenveld. Nou, het was voor de bewoners een trieste zaak, maar ook voor de ondernemers. Ik ken Wapenveld niet en ik ga nog één keer, maar dat is echt de allerlaatste keer dat we het gaan hebben over veiligheid. Want het is heel duidelijk dat het een punt van zorg is. Het is ook heel duidelijk dat vanavond het niet opgelost kan worden. Dus ik ga nog één keer naar de burgemeester en daarna stoppen we over de veiligheid. Ja, ik kan alleen maar herhalen dat we als gemeentebestuur hebben gezegd... veiligheid is een belangrijk thema. Daar moeten we voldoende waarborgen hebben dat het goed georganiseerd is. En anders kan het ook niet doorgaan. En daarom is het gesprek met het COA hierover gaande. Zijn we ook aan het peilen hoe het in de samenleving ligt. En met de politie ben ik in gesprek over wat iedereen kunnen betekenen. En pas als dat voldoende geborgd is, ga ik ermee akkoord en anders niet. Goed. We gaan toewerken naar een afronding. Ja, dit was het einde van het... Ogenblikje, we zijn nog niet klaar. Ik zei, we gaan toewerken naar de afronding. Dat wil zeggen dat ik nog ongeveer 5 vragen doe. Want ik zie de eerste mensen al weggaan. Er zijn een heleboel mensen die gaan staan. En ik ga bij deze gewoon aanwijzen wie die vraag krijgt. Dat is voor u en voor u eentje. En dan is het voor u daar achterin, midden achterin nog. En u bent ook nog niet geweest. Dat zijn dan de vragenstellers. Goed, beginnen we bij die mevrouw, want er staat een microfoon naast. Ik heb een vraag aan de burgemeester. De gemeente, Heidehoek is eerder in beeld geweest. Wij zijn een van de 3 percelen die het grootste gedeelte grenzen aan het nieuwe AZC. De gemeente heeft eerder aangegeven dat de betreffende locatie geschikt zou zijn voor 300 tot 350 personen. Daar heeft het COA negatief op gereageerd dat dat te weinig zou zijn. Gelijk even reageren, want dat klopt niet. Dat was om misverstand te voorkomen, dat betrof een andere locatie. Dat betrof de locatie aan de Bovendwasweg. En hebben jullie wel al eerder iets gezegd over Heideheuvel en de geschiktheid? Over Heidehoek hebben we nog geen eerder contact gehad met het COA. Dat goed. Met Peter Epe. Ja? Half jaar geleden. Maar misschien wel met anderen, ja? De microfoon er even bij. Toen, er is wel degelijk inderdaad contact geweest met Peter Epe. Dat is de eigenaar, hè? Ja. Precies. Toen is er aangegeven dat aantal geschikt zou zijn. En daar heeft het COA, of tenminste, ik weet niet of het COA daar negatief op heeft gereageerd. Maar ik ben met name geïnteresseerd in waarom de gemeente dan nu zou vinden dat het opeens voor 600 mensen geschikt zou zijn. Oké, dus dat is een hele vraag. Heeft u eerder gekeken naar het aantal en wat vindt u van 600? Nou, wat ik net al zei, er is misschien eerder contact geweest van de heer Epe met het COA. Dat weet ik niet van. Ja? Oh. Er is... Nou. Maar nou, laten we het dan anders zeggen. Want dit komt ook allemaal nog, deze vragen komen ook nog weer terug. Inclusief het antwoord hoe het met dat contact zit. Maar wat vindt u van 600? De vraag was waarom de gemeente dan nu... Hey, als ik het goed heb begrepen, was uw vraag... waarom vindt de gemeente dan nu die 600 wel akkoord? En daar heb ik net al eerder van gezegd... het COA maakt de inschatting, dat heeft de heer... ik ben de naam even kwijt. Ja, die staat op mijn briefje, zo'n chef weet ik. Robroek, excuus. Toegelicht dat het COA de ondergrens hanteert van 600. Daar hebben wij ook onze vraagtekens bij, maar dat is... in de discussie nu een voorlopige gegeven. Dus dan is de zaak, kan 600 wel daar ondergebracht worden of niet? En daarvan hebben we gezegd, dat moeten we ook echt gaan onderzoeken. We hebben nog niet geconstateerd dat 600 daar mogelijk is. Dat is een onderdeel van het onderzoek. Dus daar is het gewoon goed. Nou, nog 1 vervolgvraag en dan gaan we door. 1 vervolgvraag en dan gaan we door. Wat zeker ook belangrijk is... is zeg maar in het hele traject, is niet alleen zeg maar de komst van een AZC, maar inderdaad, u haalde dat al even aan, het vertrek van een AZC. We kennen allemaal het verhaal Ennerveld. Ik denk dat er ook heel goed vastgelegd moet worden dat wat na het vertrek van het AZC, want we weten allemaal hoe dat erbij ligt. En ik denk dat daar gewoon goede afspraken over gemaakt moeten worden van... wat gebeurt er dan? Want wat krijgt meneer Epe dan voor mogelijkheden? Oké. En wordt ja, hoe wordt het achtergelaten? En wordt het niet achtergelaten dat alle gebouwen, zeg maar, dat iedereen eruit trekt en dat het gewoon 1 bende is die erachter blijft? Gaan wij naar het antwoord en dan ga ik naar de meneer. Hoe gaat dat als ze weg zijn? Dat duurt nog eventjes, als ze überhaupt al komen en dan nog een aantal jaren later. Is dat ook iets waar u als gemeente afspraken over maakt met de eigenaar? Ja, er zitten 2 aspecten aan vast. In de eerste plaats dat de locaties dan op een goede wijze worden achtergelaten. Dat zijn ook afspraken die in de overeenkomsten moeten worden vastgelegd. In de tweede plaats gaat het dan over de bestemming. En ik had het net over een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Dus dat betekent dat het, als die periode afloopt, het thans geldende bestemmingsplan dan weer van kracht wordt. Te weten recreatie. Oké, goed. Die meneer. Dag, ik ben ook een buurtbewoner van de camping De Heidehoek. En ik heb een positieve grondhouding. Voor mij zijn ze allemaal van harte welkom. En ik wil de bevolking van Wezep daaraan herinneren. Een aantal jaren terug stonden we hier ook. Ging over de kazerne aan de Zuiderzeestraatweg. Daar zou de kramil komen. Allemaal criminele jongens. Hoeveel last hebben wij ervan gehad? De politie kan de statistieken helder aangeven. Deze meneer mag nu even uitpraten. Even mondig, deze meneer. Dus ik heb daar alle vertrouwen in dat het ook nu weer goed zal gaan. Oké. Dank voor deze bijdrage. Goed. Dan is die meneer dan... Ja, dan ben jij er al bij. Ja? Goedenavond. Mijn vraag was, zijn er ook cijfers bekend wat het in de 5 jaar doet met de waarde van je huis? Als je een koophuis hebt. Want het valt mij een beetje op. dat alle mensen die hier voorstanders zijn, hè, die hebben allemaal de schaapjes al op het droog, als ik er zo een beetje rondkijk. Maar ik als een hardwerkend gezin, hè, die al een dubbeltje om moet draaien, wat doet het met de waarde van mijn koophuis? Wat doet het met de waarde van een huis in de omgeving? Daar heeft u wellicht ervaringen mee met 70 andere locaties. Ja, dat is gewoon niet te zeggen. Wij kennen die cijfers ook niet structureel. Dus, laat ik dan naar de gemeente toe gaan. Stel dat blijkt, want daar zijn onderzoeken voor, dat de waarde van huizen zou dalen. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou, daar hebben we ook onze procedures voor. En dat betekent een planschadeovereenkomst. En dan kun je planschade aanvragen. Het is wat op dit moment loopt. Er zijn er vele bewegingen. Sommige is het inderdaad dat de WOZ-waarde daalt. Andere niet. Denk ik van, maar als er echt een AZC komt, dan is de mogelijkheid tot planschade daar aanwezig, hè, om die aan te vragen. En hoe, eventjes kort, dat betekent dat dan een onafhankelijk jury of een onafhankelijke partij kijkt hoe de waarde nu is en hoe die later is. En als daar verschil in zit, dan kun je een verzoek indienen om dat verschil uitgekeerd te krijgen. De procedure om tot planschade te komen, die weet ik niet helemaal precies, maar ik weet wel dat er mogelijkheid is om te kijken van, is er dan compensatie mogelijk omdat je huis te ver in waarde afneemt. Oké, dat is ook iets wat verder op de site zou komen. Er was nog één meneer hier, dat was deze meneer. Ja, dat is vooralsnog eventjes hier de allerlaatste vraag. Eigenlijk een klein vraagje voor wethouder Vos. Die zegt, was eigenlijk maar één optie, maar in vraag 5 van de brief die de omwonenden gehad hebben staat dat er diverse locaties zijn besproken, maar de Heidehoek lijkt het beste. Zijn alle overige locaties nu in beeld geweest of zijn ook nog andere locaties besproken? Welke locaties zijn besproken? Nou, het COA is bij ons geweest met de vraag over de Heidehoek. De burgemeester heeft al gezegd dat een jaar geleden is het COA bij ons geweest over de Bovendwasweg. Dat is waar de 300 mensen, 350 personen toen spraken. Dat is een nee geworden. En toen is het COA een jaar later, dus nou, ik denk 14 dagen geleden bij ons gekomen voor de Heidehoek. En toen hebben we, nou ja, daar speelt wel het nodige. Hebben we ook heel eerlijk met ze besproken. Over de arbeidsmigranten hebben we met het COA gesproken. Toen zeiden we, is er dan nog wat anders? Daar is H2O langsgekomen. Dat heeft de burgemeester vanavond ook uitgelegd. En denk ik van, wij hebben u vanavond gehoord. En ook dat heeft de burgemeester toegezegd om te kijken van, hé, we zitten hier niet voor niks. We luisteren wat er gezegd wordt. En andere locaties, ik moet heel eerlijk zeggen, als u ze hebt die op dit moment aan de norm van 600 voldoen, dan hoor ik het graag. Maar er zijn geen andere nog besproken binnen het college of bij de gemeente? Nee. Goed. Nou, het gaat niet lukken om vanavond alle vragen te beantwoorden. Maar ik denk dat een heleboel onderwerpen aan de orde zijn geweest. Er is al toegezegd, in de loop van de komende dagen zullen deze vragen en antwoorden ook steeds vaker op de site worden gezet. Loco heeft ook meegedraaid en mensen konden op die manier ook allerlei informatie krijgen. Dat geldt voor die mensen dus ook die op een andere manier meekijken of meeluisteren. Ik pak dan weer even mijn spiekbriefje erbij. Als u zelf nog vragen wilt stellen of opmerkingen wilt maken, kunt u die in ieder geval mailen naar het adres gemeente@oldebroek.nl. En komende donderdag zal er nog een avond zijn voor alle mensen die vanavond niet konden of juist verder weg woonden. Voor wie dus komende donderdag de avond is georganiseerd. Ik heb zelf geen idee hoeveel mensen er niet in konden of elders zaten. Als blijkt dat dat nodig is, dan zal er ook volgende week nog een keer een avond volgen. Maar één ding is heel erg duidelijk. Het allerlaatste woord is hier voorlopig nog niet over gezegd. Ik dank u allemaal voor uw inbreng en ik wens u een goede thuiskomst. Dank u wel.